experts uit Nederland en van de Antillen. En bovendien hebben we allemaal studenten hier in de zalen. Zalen op Aruba, Bonaire en Curaçao. En het idee is dat we met elkaar gaan praten over hoe die duurzame luchtvaart er straks uit moet gaan zien. Want hij moet namelijk stiller, goedkoper en duurzamer worden. Mijn naam is Arjen van Vliet. Ik werk voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ik maak onderdeel uit van het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen. Ik ben hier samen met twee gewaardeerde collega's. Marius, wil je misschien even kort voorstellen? Ja, Marius Sliedrecht en ik werk ook voor het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. En ik ben al een aantal jaren actief in de luchtvaart in de Cariben. Dus ja. Leuk. En Dieneke? Ja, ik ben Dieneke van den Burg en ik werk ook bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ik ben veel bezig met start-ups en met het uitschrijven van challenges voor start-ups. En daarom zit ik hier ook aan tafel. Leuk, van harte welkom. Dank je. Ik ga even nog iets vertellen over dat actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen. Dat maakt onderdeel uit van de ontwerpnota luchtvaart. En daar zijn drie belangrijke onderdelen. Grondgebonden activiteiten, kleine luchtvaart en de grote luchtvaart waar we eigenlijk allemaal mee op vakantie gaan. Hè. Dus dat zijn toestellen die zijn, bevatten meer dan 20 personen. En de ambitie is, en dat is in 2070, en dat is het jaar dat ik 101 jaar oud mag worden, hoop ik. Er zou alles zero-emissie moeten zijn. Dat lijkt wel heel ver weg, maar als we kijken naar de Parijs klimaatakkoorden, dan zullen we nu aan de gang moeten gaan. En er is al heel veel wat we nu vandaag de dag kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan Pipistrel. Dat is een klein elektrisch vliegtuig voor twee personen wat al volledig elektrisch kan vliegen en al gecertificeerd is door de EASA, de certificeringscommissie van Europa. Maar natuurlijk ook Ampère, een Amerikaans bedrijf. En we hebben een spreker van Ampère later in het programma die daar meer over gaat vertellen. En nog verschillende andere aanbieders. En daarom vinden we het belangrijk dat we juist nu deze dialoog gaan voeren. Want wat wij in Nederland denken als wij op visite gaan bij onze familie in Groningen, waar woont de familie van jou? Jo, ga je daar naartoe? Heel soms met de trein, maar dat we meestal met de familie gaan, dan gaan we met de auto. Dat is makkelijker. Als ik in mijn eentje ga, dan ga ik met de trein. Dat is heel prettig. Okay. Ja? Nou ja, maar ik ga niet vliegen. Nee, nou dat wilde ik maar zeggen, hoewel we er een vliegveld hebben. Ja. Maar als je van Kralendijk naar Oranjestad wil, ja, dan kun je bijna niet anders als het vliegtuig pakken. En daarom denken wij, juist in combinatie met relatief korte afstanden tussen de drie eilanden en een overvloed aan zon en wind. Dat juist de ABC-eilanden een unieke gelegenheid bieden om te leren hoe het nu is om hybride elektrisch te vliegen. Deze dialoog staat ook niet op zich. Het is onderdeel van een groter plan. Een van de onderwerpen daarvan is het masterplan waar Marius en ik samen aan werken. Er is op het ogenblik een aanbesteding die daarvoor loopt. En daar ga je dus nog zeker meer van horen. En een challenge, Dieneke? Ja, zeker. Die daar ook heel mooi op aansluit. En ook de stap verder wil zetten voor duurzaam vliegen tussen de ABC-eilanden. Precies. Ja. En ja, we hopen dat we daar leuke reacties van de studenten van krijgen. Later in het programma krijgen we ook een filmpje van twee TU Delft-studenten, Martijn en Gijs, die een eerste onderzoek gedaan hebben. En daar, die hebben al een flink onderzoek neergelegd waar we op verder kunnen bouwen. En Quincy natuurlijk ook nog later in het programma. Jeetje, ik zit al helemaal in de agenda. Nou, ik mag jullie vandaag door de dialoog heen leiden. We hebben al veel geoefend, maar het verzoek is om inderdaad even de microfoons te muten. We gaan straks op vier locaties dus aan de slag. Ik doe het dus samen met Damali Linkers, die ons ontzettend goed geholpen heeft. Nogmaals, Damali, heel veel dank dat we hier vandaag zijn. En Damali zit op Bonaire. Verder, zo hebben we het ook afgesproken, dat ik even jullie kort introduceer om wat tijd te winnen. Ramon Koffieberg, directeur van Cura Invest en Export Development, een soort RVO, als ik het zo mag zeggen, van Curaçao. En Danilo Vrolijk op Aruba.
Chief Licensing Officer van de luchtvaartautoriteit daar ter plaatse. Nou, we zijn los. We hebben de startbaan verlaten. En ja, het is nu tijd voor de eerste spreker. Chris Pauwels. Ben jij klaar voor een korte notam? Of gaan we zo het luchtruim kiezen met je presentatie? Hey, goedemiddag, goedemorgen. Ik zal mijn presentatie starten. Even kijken wat hier op het scherm gebeurt. We kijken nog steeds naar een mooi fotootje van de Cariben. Even kijken. Ja, daar ben je. Ja? Ja? Op mijn scherm zie ik het wel, alleen ik kijk even naar de techniek. Ja. Ja, je bent hier ook in de grote zaal goed te zien. Mooi. Ga je gang. Oké, heel goed. Nou, bedankt voor de uitnodiging in ieder geval. Ik ben vereerd dat ik een bijdrage mag leveren aan deze Koninkrijksdialoog. Ja, mijn naam is Chris Pauwels. Ik ben werkzaam bij NACO. En ik zal in mijn presentatie even een korte introductie geven over wie NACO is, wat NACO doet. En ik zal daarna even ingaan op de trends van de duurzame luchtvaart en duurzame luchthavens. Als eerste dus even over NACO. NACO is een bedrijf wat onderdeel is van Royal Haskoning DAV. Dat is een groot adviesingenieursbureau. En NACO is eigenlijk al 70 jaar bezig met het ontwerpen en het adviseren van luchthavens. Dus opgericht in 1949. En in die tijd hebben we aan meer dan 600 luchthavens wereldwijd gewerkt in meer dan 130 landen. En we hebben inmiddels ongeveer 200 mensen die bij ons aan luchthavens werken. Nou ja, wat doen wij dan? Aan de ene kant, het is grofweg in vier delen te splitsen. Consultancy, een stukje advisering in de richting, denk daarbij aan het voorspellen, het forecast van vliegverkeer. Maar denk daar ook bij aan duurzaamheidsstudies en ook de impact van klimaat op luchthavens daarbij. Nou ja, daarnaast doen we een stuk planning en architectuur. Nou, je noemde eerder al master planning. Wij doen dat voor luchthavens en daarbij kijken van nou, hoe moet een luchthaven er over 30 jaar bijvoorbeeld uitzien. Design en engineering, we doen ook echt het ontwerp van luchthavens. Hè, dat varieert van torens, terminals, bagagesystemen, maar ook de platformen, de banen. En we zijn ook betrokken bij de realisatie en implementatie en denk daarbij aan supervisie van aannemers die projecten uitvoeren. Ja, zoals gezegd, we werken wereldwijd. We hebben ook heel veel werk gedaan in het Caribisch gebied. Dit is een voorbeeld van de uitbreiding van de terminal op Aruba, die wij ontworpen hebben. We doen daar nog veel meer, maar dit is een van de recente voorbeelden. Nou, op Bonaire hebben we recent, eind vorig jaar en begin dit jaar, een update van het masterplan gemaakt. Dus om de luchthaven, om plannen te maken om de luchthaven weer klaar te maken voor de komende jaren. En zodat hij ook voldoet aan de nieuwste regelgeving. Nou ja, en ook in realisatie, in dit geval ook op Aruba, waar wij supervisie doen op uitvoeringswerkzaamheden op platform bijvoorbeeld. Nou, en dan wil ik toch altijd nog even deze plaatjes laten zien. Dit zijn eigenlijk de projecten waar we heel trots op zijn als bedrijf. Dit zijn de grote luchthavens waar we aan mogen werken, zoals een nieuwe luchthaven van Mexico City, die helaas nu voor een derde afgebouwd is, maar de bouw gestopt is. Maar ook Schiphol, Abu Dhabi, Beijing, Terminal 3, Kuwait,
Changi in Singapore. Luchtvaart en duurzaamheid. Als je die twee dingen noemt, dan denk je eigenlijk heel snel aan de impact van luchtvaart op het klimaat. En als je denkt aan de impact van luchtvaart op het klimaat, denk je al heel snel aan de CO2-uitstoot. Maar ik wil dit toch even in dit webinar op een beetje plaatsen. Even van groot naar klein. Als we kijken naar de wereldwijde emissie van CO2 van mensen, dan hebben we het over zo'n 43 gigaton in 2019. Ja, ik kan me daar niet zo heel veel bij voorstellen. Dus ik ga dat wel een klein beetje proberen te plaatsen. Maar de luchtvaart die stoot zo'n 915 megaton uit. Nou ja, dat komt neer op ongeveer 2% van die 43 gigaton. Even ter vergelijking, om het een klein beetje te kunnen plaatsen. Hè, Nederland had in 2019 een uitstoot van 180 megaton aan CO2-equivalenten. Dus daar zitten ook andere klimaatimpactstoffen bij. Als we dan iets verder inzoomen op de luchtvaart, hè, daar zit wel een klein addertje onder de gras, dat andere sectoren wat makkelijker en sneller kunnen omschakelen naar alternatieven. Als we daar niks zouden doen, en dan moet je rekening mee houden dat luchtvaart met ongeveer 3% per jaar groeit. Althans, dat is de verwachting voor de komende jaren, als we uit de COVID-dip komen, dan blijft ook die emissie groeien en neemt ook het aandeel van de luchtvaartemissie daarin in toe. Dus als we niks zouden doen, zouden we hier bovenaan de blauwe lijn uit gaan komen en zou het alleen maar doorstijgen. Nou is er internationaal afgesproken dat we in 2050 naar het doel willen wat hier onder is weergegeven, en dat is de helft van de emissies van 2005. En nou moet je, hè, er is niet één manier, er is niet één magische knop om dat te realiseren. Dat is het balanceren van heel veel verschillende zaken, zoals technologie, zoals het verbeteren van operaties en infrastructuur, en ook naar alternatieve brandstoffen kijken. Nou, als we dan weer een stapje verder gaan, ook iets meer naar de Nederlandse context. Hè. In Nederland is in de ontwerp luchtvaartnota zijn ook een aantal doelstellingen neergelegd. Hè, zoals in 2030 om dan op het niveau van 2005 te zitten. En dat betekent eigenlijk de ambitie om geen emissies meer te hebben op de grond, dus op de luchthavens. Dus daarbij ook te kijken naar het elektrisch taxiën bijvoorbeeld. De ambitie is om innovaties zo snel mogelijk naar commerciële luchtvaart te krijgen. En de ambitie om eerste hybride elektrische vliegtuig met 20 tot 50 passagiers in gebruik te hebben. Als je kijkt naar 2050, sluit dat de Nederlandse ambitie aan bij, hè, wat ik net noemde in de internationale ambities, een halvering ten opzichte van 2005. En daarbij is ook de ambitie neergezet om short-haul vluchten, dus vluchten korter dan 500 kilometer, om die elektrisch te hebben. En nog verder, inderdaad, 2070 werd al eerder genoemd, om geen emissies meer in de luchtvaart te hebben. Nou, dat zijn behoorlijke ambities. En zeker als je ook kijkt naar 2030 al, dat klinkt ver weg. En ik dacht ook in 2010 dat 2020 ver weg was, maar daar zitten we al. Dus je moet nu al beginnen met dit soort innovaties en veranderingen. En dat zie je ook al in de industrie. Hè. Je ziet elektrische bussen die gebruikt worden en elektrische ground service equipment die opkomt. Elektrisch taxiën met speciale trucks.
elektrische ground power. Hè, dus die niet meer door, aggregaten opgewekt wordt. En het efficiënter maken van de gebouwen op de luchthaven. Nou ja, het gebruik van elektriciteit betekent natuurlijk ook dat je die elektriciteit duurzaam moet gaan opwekken. En dat zal voor een deel buiten de luchthaven moeten. Bijvoorbeeld windmolens. Windmolens gaan niet heel goed samen met een luchthaven. Maar zonnepanelen rond luchthavens liggen er vaak grote open gebieden. En zonnepanelen zijn wel een optie, mits veilig toegepast uiteraard. Wat moeilijker is en wat meer van de lange adem zijn de trends in de luchtvaartsector als het gaat om het vliegen zelf. Hè, daar zijn eigenlijk drie hoofdstromingen, waarbij de ene is de hybride elektrische vliegtuigen. Anderen zullen daar later vandaag nog veel verder op ingaan. Een tweede stroom zijn de duurzame brandstoffen, dus duurzame kerosine, die gemaakt worden van afval zoals oud frituurvet. En een laatste zijn waterstofvliegtuigen. Zo heeft Airbus recent, begin deze maand, meen ik, aangegeven dat ze 2035 de eerste waterstof vliegende vliegtuigen willen operationeel willen hebben. Nou ja, wat zie ik dan verder gebeuren? Is dat op de luchthaven een hoop dingen bij elkaar komen. En dat de luchthaven ook een plek is waar het mogelijk moet maken om duurzamer te gaan vliegen. Denk daarbij aan het laden van elektrische vliegtuigen. Ook als het gaat om duurzamere brandstof, om dat mogelijk te maken, maar ook alle operaties op de grond. Nou, dat heeft een hoop. Dat vraagt een hoop aan de infrastructuur, dat vraagt een hoop aan de operaties. Denk alleen maar aan de brandweer die ook elektrische branden moet gaan blussen in plaats van kerosinebranden. Dus dat heeft een hoop impact. Tegelijkertijd moeten we ons ook wel realiseren dat klimaatverandering iets is wat aan de gang is. Tegelijkertijd moet dus een luchthaven en luchtvaart ook gaan kijken hoe kunnen we ons wapenen tegen de impact die al gaande is, tegen stormen, tegen neerslag en overstromingen. Nou ja, en dat samen moet leiden tot luchtvaart die duurzaam is en die ook gewapend is tegen de klimaatverandering. Nou, hiermee wilde ik eigenlijk mijn korte presentatie afsluiten. Ik weet niet of er ruimte is voor vragen nu of later. Zeker. Chris, hartelijk dank. We hadden afgesproken dat volgens mij, Damali, dat jij even het woord zou overnemen. Ja, er zit natuurlijk een slordige 7000 kilometer tussen ons. Dus ja, vergeef ons even dat we hier nog eventjes over afstemmen, Damali. Nou, we hebben zeker ruimte voor vragen. Dus mijn voorstel is ook als we vanuit Aruba, Bonaire of Curaçao of in Nederland vragen zijn, dat deze gesteld worden. En later gaan we iets verder op in het dialoog. We hebben een aantal minuutjes ervoor. Aruba, hebben jullie misschien wel vragen? Dan beginnen we in alfabetische volgorde. Altijd makkelijk. Bedankt Damali, bedankt meneer Chris Pauwels voor de presentatie. We willen nu graag kijken, misschien als een student die vraag hebben voor meneer Chris Pauwels. Ik had een vraag over de offsets. Wat precies houdt die offsets in? En dat hij in slide 7 heeft ook. Danilo, als ik namens Nederland mag praten, ik heb het niet goed kunnen verstaan, de vraag. Zou jij hem nog een keer willen herhalen? Ja, dus in slide 7 heeft u een grafiek laten zien over de offsets en alles die de contributie is tot de CO2-emissie.
Deze slide. Daar. En je hebt een grijze stuk, dat zet offsetting. Ja. Wat precies houdt dat in? Ja, offsetting betekent dat je gaat kijken naar het compenseren van CO2-emissies van de luchtvaart, maar de compensatie vindt plaats buiten de luchtvaart. Heel simpel gezegd, aan het planten van bomen. Mm-hmm. Ja. Oké. Vrienden? Ja, misschien, als ik mag, een compound vraag. Het is, denk je dat een mogelijke oplossing is voor Aruba? Gezien dat wij een heel kleine aantal oppervlakken hebben hier op Nederland. Dit is natuurlijk het grote plaatje hoe het wereldwijd, wat de doelstellingen zijn. En dit is één plaatje, hè. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden hierin. En het zal een combinatie worden van technologie, operaties en infrastructuur. En dit is een scenario wat je kan volgen als je heel specifiek naar Aruba gaat kijken, hè? Elektrisch vliegen, daar hebben we het vandaag over. Hè? En dat zal onderzocht moeten worden van in hoeverre kan dat een oplossing zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook methodieken zoals duurzame brandstof of waterstof. Dus het zal altijd een balans worden. Heel concreet kijken naar Aruba. Er moet altijd wel de mogelijkheid zijn om ook elektrische energie op te gaan wekken. Dus ik durf nu geen sluitend antwoord daarop te geven. Wel, meneer Chris Paulus, zijn er nog geen vragen van mensen? Nee, dus ik heb helemaal niet geen vragen meer. Dus we bedanken. Horen jullie me? Meneer, er is nog een vraag uit Curaçao. Horen jullie mij? Ja hoor, Nederland alleen met een echo. Oké, de vraag uit de zaal van Curaçao is: hoe ver is de industrie met biofuels? Dus alternatieven. Ja, nou, het bestaat. Het wordt al toegepast. De volumes zijn echter nog niet zo groot dat het de hele luchtvaart kan voorzien van duurzame brandstof. Vaak wordt het bijgemengd. Hè? Dus de technologie is zover dat het toegestaan is om de duurzame brandstoffen bij te mengen bij, normale kerosine. En dat zal ook de komende jaren de trend zijn. Wat je ziet, zeker in Europa, is dat bepaalde landen een verplichting gaan stellen om een bepaalde hoeveelheid duurzame brandstof bij te mengen. Maar het is heel veel, bijvoorbeeld oud frituurvet wat opgewerkt wordt tot kerosine. De volumes zijn op dit moment veel te laag om dat mogelijk te maken. En daarbij is het ook nog een stuk duurder dan gewone kerosine. Oké, en hebben we nog één vraag vanuit de zaal? Ja, mijn vraag is, jullie hebben gezegd over die zonnepanelen zijn beter dan windmolen voor de toekomst. Mm-hmm. Maar een vraag, die reflectie van de zonnepanelen, wordt het niet een gevaar voor de piloten bij het stijgen en dalen? Ja, nou dat is een zeer terecht punt. Dat is een zeer terecht punt. Dat bij het aanleggen van de zonnepanelen moet je zeker rekening houden met reflectie van de panelen. Er zijn wel verschillende oplossingen voor. Hè. Het geldt niet alleen voor de piloten, maar ook voor medewerkers in de toren bijvoorbeeld. Die last kunnen hebben van reflectie van de zonnepanelen.
Er zijn oplossingen om de panelen minder te laten reflecteren, maar je moet zeker ook rekening houden met de locatie van de panelen en de stand van de zon, hoe de zon loopt gedurende de dag. Absoluut. Ja, omdat hier op Curaçao hebben we één baan, dus het is makkelijker dan in Nederland dat jullie veel banen hebben. Dus dan moet je heel veel studie doen om die zonnepanelen in een goede plaats te zetten. Nou, je moet het in ieder geval goed onderzocht worden en een goede oriëntatie gegeven worden, zodat ze geen hinder opleveren, inderdaad. Ja. Oké, bedankt vanuit Curaçao. Nou, op Bonaire hebben wij ook vragen. En we hadden zojuist dezelfde vraag eigenlijk over de zonnepanelen. Dat wilde Ken. Het hangt met heel veel zaken samen. Hè? Ik ben van mening dat een hoop partijen moeten gaan samenwerken om het voor elkaar te krijgen. Hè, want iedereen speelt een rol in het voor elkaar krijgen hiervan. Je hebt de airlines, de luchthaven, de fabrikanten van elektrische vliegtuigen, energiebedrijven, alles speelt een rol daarbij. Dus ik denk dat daar de sleutel ligt, hè, die samenwerking op gang te krijgen. En ik denk dat vandaag ook al een mooie start daarin is. Hartelijk dank. Vanuit Bonaire zijn er verder geen vragen. Leuk, de Mali. Ik heb een vraag hier vanuit Nederland. Brendan, ik weet niet of dat jij zo te verstaan bent. Techniek, is Brendan te verstaan? Of hebben we een microfoon ter beschikking? We improviseren even iets met een microfoon, geloof ik. Daar is je. Brendan, kun je even kort zeggen wie je bent en van welk instituut, welke school? Hey. Ja, ik ben Brendan. Ik ben onderdeel van het studententeam Falcon. Dat is een universiteit in Eindhoven. En wij zijn vliegtuigen aan het ombouwen met batterijen. Om eigenlijk eerst de korte lesvluchten over te nemen. Speciaal ja, eigenlijk voor vliegscholen, omdat daar maar korte afstand wordt gevlogen. En wij zijn ook natuurlijk op zoek naar het iets langere vliegen. Nu zitten we ongeveer te denken aan 100 kilometer. Maar we willen voor ons volgende project eigenlijk wel richting de 500 kilometer. En dan zou natuurlijk de Caribe al een hele goede plek zijn om dat te gaan doen. Ik heb eigenlijk eerst een kleine toevoeging op een van de vragen die net gesteld werden over die zonnepanelen. Mm-hmm. Natuurlijk wordt er heel veel onderzoek gedaan naar die zonnepanelen om ze zo min mogelijk te laten reflecteren, omdat het ook de efficiëntie van zonnepanelen omhoog brengt. Dus uiteindelijk als de zonnepanelen nog steeds beter worden, waar het steeds op lijkt, zal die reflectering steeds minder worden. Dus ik denk dat het eigenlijk niet meer zo'n groot probleem zal zijn uiteindelijk over een aantal jaar, wanneer het echt in werking wordt gezet. Leuk. Ja. Mooie toevoeging, Brendan. Zeker. Perovskiet, heb je er al eens van gehoord? Zeker weten. Precies, ja, daar is veel verwachting van. Nou, we zijn erg benieuwd voor de prijsvraag of de andere studenten ook van Perovskiet gehoord hebben. Een Russische geleerde. Maar het is alweer 4 uur en het is eigenlijk tijd voor de volgende presentatie. Damali, wie zou die aankondigen? Dag, aangezien we zo spontaan bezig zijn en u was zo lekker bezig, maar dat wil ik zeker doen. Martijn Brummelhuis en Gijs Vught hebben een onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie. Dus wij gaan even een filmpje zien en dat wordt gestart vanuit jullie. Goed zo, kom dan maar door, Jemen. Hi everyone, welcome. Martijn en ik willen eens op hybrid electric flight. Between the ABC Islands. Martijn and I are 2 master students from Delft University of Technology. We're both studying aerospace engineering. And we did a case for the ministry where we investigated this possibility of hybrid electric flight between these islands.
Now, the final result of this case is shortly summarized in this presentation that we are going to give you. So let's jump right in. Why do we actually need this hybrid electric flying? Well, the islands, especially the Aruba, Curaçao, and Bonaire, are very close together, as you can see on the slide. But the connectivity is not leaves something to be desired. Now, this lacking connectivity opens up a perfect opportunity to take in a sustainable pioneering position to apply electric flying between these islands. Now, how exactly will this electric flying work, and what was the frequency of these flights now? Or when I say now, I mean about a year ago. So everything here dates pre-corona. First, what we saw as a perfect opportunity is to use Curaçao as a hub, since this is the middle island. The first situation was that there were about 6 round trips per day, 6 round trip flights per day. Now, for our investigation in what's possible, we will look at only going to Aruba, since it's further. So if the flights between Curaçao and Aruba are possible, that means that by definition, the flights between Curaçao and Bonaire will be possible. So what did we do and what is needed? Well, first we looked at everything that's already available at these aircraft. There's a perfect opportunity to also apply green energy at these islands and at these airports. Because these airports are already operational, it means that there's virtually no ground personnel training needed. A type rating or additional pilot training is usually not necessary. And the only main change that will have to be made is in the flight schedule. Now, we made two different possibilities for these flight schedules. One where we charge between every trip, and one where we charge only in the middle of the day. And since the aircraft that we chose can actually has the capacity to fly 3 round trips back to back and then have a charging mode. And now about these aircraft, Martijn will tell you a little bit extra to elaborate on where we got all this data from. Right. So obviously a vital second of this whole operation is the actual aircraft. When we're talking about hybrid electric flight, we mean fully electric aircraft, hybrid electric aircraft that are partially electric, partially fuel driven. And hybrid H2 powered electric aircraft, such as single ATS. The next slide, we will have the considered aircraft that we traded off for this operation. The first one, Zunum Arrow, we found something about, but also we discovered that the project was on hold by the time of our project, and therefore we decided not to consider it for this operation. Farabear's aircraft looked very promising, but there was very little information on the progression of their project, such that we could not be sure if their numbers were accurate and if we continue. Therefore, we also decided not to consider this one. That left us with the 3-4 aircraft that you see on the slide right now. Small note that Pipistrel of Electro Aircraft is not on there because it's a small two-seater instructor aircraft for EPL trainees. So these 4 aircraft are the aircraft that we consider. Next, we looked at the range because this is vital for the operation. As you just saw, there is a certain range these aircraft need to have to be able to fly from Curaçao to Bonaire and to Aruba. All these aircraft have sufficient range, but the exact numbers are important for the plausibility check that I will elaborate on the next slide. Well, we also look at the ability the year that the aircraft will be available. So Aviation and Ampere
have a prototype of theirs already flying, and these aircraft aim to be available commercially in 2022. Skylax is has a more broad horizon of 2027, and ZeroAVS aircraft is testing, but they did not publish a specific availability date. Next off, we looked at the plausibility of these aircraft and well, the plausibility that they could actually fill the operations as we want them. We did a very rudimentary weight estimation based on Rivoldi et al., which was a paper with the weight estimation specifically for electric planes. Because of the mass fractions associated with fuel, this is a little bit different than usual. And we looked at a generic general plane characteristics. We used the properties of the Pipistrel Alpha Electro because of the fact that it's fully electric, and we extrapolated it to 9 passengers. And then in the leftmost plot, you can see the takeoff weight as a function of range, where the total weight's in blue and the battery weight's in yellow. As you can see, this weight increases exponentially with the desired range. Also, what you can see is that the lines tend to be closer as the range increases. This can be seen in the second plot as well. Which denotes the mass fraction of batteries as a function of range. Now, the fact that this is completely linear is probably due to our estimation model, which was rather rudimentary. But it shows that, in general, as the range increases, also the fraction of battery mass increases, so there's less mass available for payload. And, well, this is, of course, undesirable. Well, we looked at this against the planes that we had, specifically EVH's planes and Skylax's planes, because there are no flying prototypes here. And with the range of EVH's plane, we think this design is maybe a little bit ambitious to unattainable. It does not mean that they can't have a good product, but more that we think it's hard for them to achieve 1,000 kilometers of range on the batteries that they have. Skylax has a lot less range and also a much wider time horizon in which to complete their project, which I think, or we think, would increase their chances of delivering on their numbers. Next you can see at 300 range, we saw about 40% battery weight, which kind of corresponds to Skylax's design, whereas 1,000 kilometers range would totally not correspond to what EVH has promised. Okay. Then the conclusion of the short talk. So we see quite a bright future for this project. With minimal adaptation on the ABC Islands, I mean, the main infrastructure is there in terms of airports, terminals, and ground staff. We can see this being a success. Flying electric also has the potential to be a lot cheaper, as fuel is a very large price determinant in the aviation industry, and electricity is just lots cheaper than actual aircraft fuel. Next, we think that the ABC Islands are in a unique position to be a sustainable pioneer in this field, and it also creates a lot of knowledge and experience with flying electric that may be unique to the situation as well if we decide to start a pilot here. And therefore, the recommendation in the end that we give in our report is that we start investigating one specific aircraft. We try to zoom in to which aircraft could fulfill these operations, and then work together with this manufacturer to plan a testing and evaluation phase, sort of a pilot, which eventually could evolve into commercial operations. Thank you. Ja, prachtig. En ik heb goed nieuws. Ben ik alweer in de lucht? Ja, want ik neem aan van wel. Want de heren zijn hier. Martijn en Gijs. En het grappige is, ik heb ze nooit live ontmoet vanwege alle coronatoestanden. Dus ik ken ze eigenlijk alleen maar tweedimensionaal van een beeldscherm. Van harte welkom, jongens. Ik dacht dat jullie tentamens hadden, maar die hebben toen niet... Martijn, die had inderdaad
Oké, okay, je hebt het niet afgeraffeld? Een kort tentamen, oké. Okay, nou, fijn dat jullie hier zijn. Zijn er vragen vanuit de Cariben? Uit Aruba, oh ja, we hebben een vraag. Kunt u misschien uw naam en school zeggen? Misschien kunt u een beetje hierbij komen om die, om een beetje harder te praten. Om wat duidelijker uit. Mijn naam is Pieter Madram. Ik ben heel graag iedereen jullie heeft gedacht dat alles geautomatiseerd zal worden. Mag ik even een microfoon hier in de zaal? Oh ja, fijn, we hebben de microfoon. Ja, Gijs of Martijn, willen jullie proberen om daarop te reageren? Volgens mij vroeg je dus dat wij het hadden over, over automatisering. Klopt dat? Ja. Nou weet ik niet precies wat je het over hebt. Want volgens mij, kijk even Martijn aan, hebben we het daar niet over gehad. We hebben het volgens mij niet over automatisatie gehad of automation of iets in die richting. Kunnen we misschien uitleggen over de vraag? Ik heb zelf niet alles goed gehoord. Ik hoorde iets over automatisering en power, dus meer over de misschien heeft hij verstaan over iets over automatisering, maar misschien is dat niet gezegd. Nee, ik moet ook zeggen, ik heb het niet gehoord. Als het gaat over automatisering in de luchtvaart, dan wordt dat wel gezien als een mogelijke oplossing om kosten te drukken. Maar ja, als je de verschillende studies leest op het ogenblik, de piloot is wel heel belangrijk. En volgens mij komt er steeds meer ook kennis. Als we kijken naar rijhulpsystemen, hè, de zelfrijdende auto's, dat die mens toch wel een cruciale functie blijft houden in het inschatten van bijzondere situaties. We hebben natuurlijk ook diverse incidenten meegemaakt, zoals met de 77 Max. En zo zijn er nog wel een aantal te noemen. Maar dat is dan mijn persoonlijke mening, denk ik dat de mens vaak nog een hele goede toegevoegde waarde heeft op luchtvaartgebied. Maar de toekomst zal het uitwijzen. Ik kijk even naar de tijd. Het is 15:15. We hebben straks nog even ruimte voor meer vragen in de dialoog. Maar eerst gaan we even door naar Franklin Antoine. Even kijken, we schakelen over naar Curaçao, meen ik, hè? Franklin, ik zie dat je microfoon nog op mute staat. Ik zag net al in de test een goede presentatie van je langskomen. Misschien kun je even scherm delen. Ja, daar ben je. Hartstikke goed. Ja, ik ben er. Ik ga gelijk... Ja, goed. Nogmaals, bedankt voor die uitnodiging. Ik zit nu namens EZR en ook een beetje van de Falky Aviation. Ik wil aan de hand van mijn presentatie toch een beetje inzicht geven van wat de luchtvaart, hoe het een beetje in elkaar zit tussen de ABC-eilanden. En daardoor vind ik toch dat het belangrijk dat we toch een beetje in de geschiedenis begint en dan lopen we toch naar de toekomst toe. Introductie heb je al gedaan. Dus over het algemeen gaat het echt om de general aviation role. Activiteiten van general aviation.
En dan ook de grote luchtvaart, gezien dan de airlines die tussen de eilanden vliegt. General aviation, ja, in principe gaat het meer om vliegscholen. En andere operators die gewoon voor hobby of voor privé doeleinden tussen de eilanden vliegt. Je hebt mensen die toch belangrijk vinden dat ze toch snel en op eigen tijden tussen de eilanden willen vliegen. Vooral zakenlieden bijvoorbeeld. En die hebben een eigen vliegtuig, zodat ze zo snel mogelijk en op onreguliere tijden tussen de eilanden kan vliegen. En apart van dat heb je dan ook de airlines die gewoon bepaalde scheduled operatie behouden tussen de eilanden. En daar zie je ook dat het toch heel belangrijk is dat er iets toch consequent en stabiel bestaat tussen de eilanden. Ik vond eigenlijk dit project, dit initiatief heel belangrijk, want soms heb je het idee van wat wordt er gedaan om het toch beter te maken? We weten altijd van het was eigenlijk zo dat de luchtvaart tussen de eilanden toch een beetje instabiel is. En dat kan op verschillende factoren liggen. Dus aan de hand van deze presentatie en deze dialoog, denk ik toch dat de hersenen kunnen een beetje brainstormen van wat er allemaal beter gedaan kunnen worden. Om toch een beetje geschiedenis te gaan. In 1934 kwam de KLM hier op Curaçao aanlanden met zijn vliegtuig. En aan de hand daarvan, daar begon eigenlijk die historie, de geschiedenis van de ABC-eilanden. Waarbij de KLM die rol op zich nam, waarbij zij de connectiviteit tussen de eilanden deden. Apart van dat waren ook boten en schepen die eigenlijk de enige middel was voor die tijd, zodat je tussen de eilanden kon vliegen. Verder, dat was bezig dan, van 1934 tot 1964. En de KLM die opereerde dan toen onder de West-Indische bedrijf. In 1964 besloot KLM een beetje terug te trekken. En dat gaven zij dan de luchtvaart, de transportmiddel dan. Het bedrijf die kwam onder de ALM, dus de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij. En die zou eigenlijk de rol, de verantwoordelijkheid nemen om dan die transportvervoer te behouden en te garanderen. En dat was het geval van 1964 tot 2001. Zij kregen in ieder geval wel technische bijstand en support van Nederland, zeg maar, ook KLM. En dan van de ervaring. En de transport was echt gericht op de cargo, passagierstransport en mail. En zo kwam, zo begon ALM toen de tijd. En toen kwamen ze ook met, zoals op de film, foto hier te zien is. Ze kwamen op een gegeven moment op het idee om met de Twin Otter vliegtuigen dan de ABC-eilanden beter te dienen. Dus aan de hand daarvan kwamen ze met de ABC Commuter. En dat was ook de doel van de ABC Commuter toen, was om echt een meer sterker connectiviteit te bieden tussen de eilanden. Je moet het zo zien. De bedoeling was dat je gewoon net als een bus, zeg maar in Nederland of op Curaçao heb je de ABC busbedrijven bijvoorbeeld. Dan heb je gewoon bepaalde vluchten, bepaalde routes die gewoon op elke dag, op bepaalde tijden, op een heel consequent manier gebeuren. Dus je hoeft niet eens over te denken van ja, het is maandag en hoe laat kan ik naar Aruba of hoe laat kan ik naar Bonaire of naar Curaçao. Het was de bedoeling dat het toch best wel consequent zou blijven. Dat je gewoon heel makkelijk kan zeggen van ja, ik neem morgen de vlucht van 8 uur of van 10 uur naar Bonaire of naar Aruba. En zo deden ze het gewoon betere planning. In 1968 kwam dan bij de statische partners dan. Aruba besloot toch een eigen economie, dus zeg maar de statische partnerstatus te krijgen. Dus toen kwamen ze op Air Aruba. Dus Air Aruba werd op een gegeven moment opgericht op Aruba.
En die bestond van 1986 tot 2001. Dus ongeveer 14, 15 jaar. En dan had je dan ALM, die bestond tot 2001. Dus best wel lang, als je zo ziet. En links zie je toch KLM, die bestaat nog steeds. Van 1934 hebben ze net 100 jaar gevierd. Dan zie je wel een stabiliteit in de Nederlandse bedrijf en toen ook de ALM. Maar dan kwamen we dan in de richting van deze jaar. Dus de ALM die kwam in 2001 in problemen. En toen ging doorstart doen met de RALM en dan toen de DCA. Maar allemaal mislukt. En toen is ALM ook, ALM DCA ook bankrupt gegaan. In 2003 kwam de Bonaire Excel in de picture op de ABC-eilanden. Ook uit een Nederlandse achtergrond. Samen met de Excel Aviation Group besloten ze toch dit traject aan te gaan. Om toch de service en de ABC-eilanden en ook de regio een beetje te bedienen. Ja, dat duurde niet zo lang. Excel Aviation Group toen, die kwam een beetje in problemen. Dan besloten ze toch verder te gaan. Van Bonaire Excel, van 2006 tot 2013, gingen ze verder onder de Dutch Antilles Express, dat is de DAE. En in 2013 ging dat ook bankrupt. Toen had je ook een kleine commuter airline van 2003 tot 2006. Dat was de E-Liner Airways. In Aruba kwam na de Air Aruba dan ook... volgens mij proberen ook verschillende airlines op Aruba op te richten. Maar ja, soms enkele van hun zijn mislukt. 2006 tot 2016, dus precies 10 jaar, hadden zij dan Tiara Airlines. Die was actief bezig op Aruba en ook als... hoofdbusiness van de ABC-eilanden. In 2001 en 2000 begon DVDB dan, die kwam ook in de picture. En die vond het ook even belangrijk om vooral Curaçao Bonaire te dienen. En dat hebben ze gedaan. En ja, later, in 2-3 jaar geleden, besloten ze ook Aruba in hun netwerk te zetten. En toen kwamen ze ook met nieuwe vliegtuigen in de vorm van de Twin Otters. EasyAir die is ook bezig met hetzelfde concept. Ook, zij vinden ook belangrijk om er tussen de eilanden te vliegen, maar ook een beetje in de regio, zodat de mensen toch iets verder op kunnen komen. 2013 werd Aruba Airlines opgericht en ze begonnen toen op Aruba met hetzelfde concept dan zeg maar als de voormalige Air Aruba en Tiara. Dus ja, je ziet gelijk van er is iets nodig. Ja, dus Aruba Airlines is er in leven gekomen tot nu toe. En op Curaçao in 2019 is JetAir bijgekomen. Dus dat is een beetje van de geschiedenis voor al die movement tussen de eilanden. En of course, het is zo opvallend dat het toch heel instabiel is. Dus je hebt geen... geen consequentie, dus echt een goede bedrijf, zeg maar, die de luchtverbinding tussen de eilanden op landterm kan bedienen. En dat is toch, dat creëert toch bepaalde vragen van waarom ja, waarom niet. Dus ik denk aan de hand hiervan, van deze project, misschien is de oplossing elektrisch vliegen. Dat weten wij niet, we moeten gewoon even horen van de andere kanten, alle partijen. Om te kijken wat eigenlijk de probleem is en hoe kunnen we dat even toch een long term plan oplossen. Maar first of all, door de COVID hebben we nu ook weer gezien. Het is weer heel instabiel in de internationale en ook lokale luchtvaartgebied. Er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die dit periode dus niet zullen overleven. Enkele wel, enkele niet. Of net wel, net niet. Maar dan zie je wel, dan ga je weer in de richting van instabiliteit, onzekerheid voor werknemers, onzekerheid voor passagiers. Dus het blijft een demanding en het blijft een probleem. Maar eerst overleven, zou ik zeggen. Hoe doen wij de toekomst van de aviation, zeg maar op de ABC-eilanden? Ja, het hangt af van verschillende factoren. We zijn allemaal bij betrokken. Ik kan zeggen dat de overheid
die zijn heel belangrijk in deze projecten. Zij moeten gewoon beter samenwerken en komen gewoon met bepaalde common concepts, zodat dit vooral de ABC, maar ook, ja, ik zou zeggen ook de Bovenwindse eilanden, dat wij samen toch als gedeelte van het Koninkrijk, dat we toch naar iets meer concreets en iets meer stabiel kunnen leiden. We hebben Nederland als moederland en in Nederland zijn er zoveel expertise in alle factoren van de luchtvaart, de infrastructuur, de expertise in de bouwkunde, in de luchtvaartkunde. Dus wij moeten als eilandjes, we zijn gewoon zo klein, en we moeten gewoon goed met elkaar kunnen werken als we dit voor ons en vooral forever willen oplossen. Enkele zwakke punten, dat kan leiden tot een weak airline of een weak transportbedrijf. Ja, de instabiliteit. We moeten wel rekening mee houden dat een organisatie als een luchtvaartbedrijf veel challenges met zich meeneemt. Het is een heel complexe business. Je moet op een gegeven moment toch wel long vision. Wil je er zoiets over zeggen? De compliance van de airlines. Er zijn zoveel internationale en ook nationale wetgeving die aan voldoen moeten worden. Dus dan moet je ook, dat betekent ook, je moet meer mensen in het bedrijf nemen. Je hebt te maken met aerodrome fees, handling costs. Er zijn bepaalde logistics die je ook rekening mee moet houden. De maintenance, een heel belangrijk onderdeel is. De maintenance hebben we gezien. Hier is het toch een lastige gedeelte om de vliegtuigen toch in orde te houden. De fuel prices, ja, die fluctueren best wel regelmatig. En die blijven maar stijgen, kunnen we heel duidelijk zien. Dus belangrijk is in het hele project dat we heel duidelijk en ook aandacht besteden aan de detection van het probleem. En niet alleen maar focussen op één klein gedeelte, in dit geval alleen maar elektrisch vliegen, maar neem ook alle andere aspecten ook mee. Tot, als wij tot een goedkope en duurbare luchtvaarttransport tussen de eilanden willen komen. En niet dat wij dezelfde fouten gaan maken van het verleden. Een heel groot probleem bijvoorbeeld die wij tussen de eilanden hebben. We zijn gewoon rond de zee. Dus we hebben heel veel problemen met corrosie van de vliegtuigen. Dus om de jaar moet je gewoon het vliegtuig helemaal openmaken en dan ga je inspectie doen en dan kom je gewoon hele lelijke onderdelen tegen die gewoon helemaal aangepast worden door de corrosie. Dus dat is ook een van de grootste problemen hier. En dat brengt ook met zich mee hogere maintenance kosten. Dus kosten die eigenlijk dat je niet kan voorkomen. Ja? Apart van dat, ja, de fuel. Fuel, dat is inderdaad een van de hoogste gedeelten qua money. Dus je ziet het ook internationaal gezien dat allemaal biofuel, er wordt biofuel gedaan, gebruikt van alles, toch dat de fuelprijzen toch naar beneden gedrukt kunnen worden. Je ziet ook aan de aircraft designs, als je bijvoorbeeld vroeger had je echt van die 747, die hadden echt van die motoren die zuipen gewoon. En dan heb je nu bijvoorbeeld zo'n 777 of zo'n Dreamliner die best wel zuinig zijn qua operatie. Dus je ziet wel dat is internationaal gezien dat er heel hard wordt aangewerkt, dat de luchtvaart toch goedkoper wordt. Ja, er zijn gewoon overal pictures, zo'n diagram, dat zie je gewoon de verhouding van waar de hoge kosten liggen. En hier zie je gewoon dat de fuel bijvoorbeeld een van de belangrijkste potten zijn. Dan heb je ook de flight crew, maar dan heb je ook andere kosten, zoals landing fee en communication van air traffic controls, etc. NASA was ook bezig met verschillende onderzoeken qua future of fuel scenarios en de potential impact on aviation. Tot slot, wat wij eigenlijk tussen de eilanden willen, we willen gewoon, zoals ik al zei, we willen gewoon betaalbare transport tussen de eilanden hebben. Het moet reliable zijn.
duurzaam. Niet iets dat, het is een beetje wekelijk. Nee, we willen gewoon toch iets duurzaam hebben. Consistence, simpel. En zodanig, ik denk de overheden, net als ik zei, ze moeten gewoon samenwerken om toch tot betere economische prijzen te komen. Dus zo'n bus service idea. Het transport van passagiers tussen de eilanden, ja, je moet het niet zien, het is geen echte toerisme. Het is meestal van, het is meer een niet, van je zit op een klein eilandje, het is niet als je in Amsterdam zit en je wil even uit en je wil naar Groningen voor een weekendje. Ja, dat hebben we, dat luxe hebben we in op de eilanden. Dus het is wel leuk om dat de mensen zowel voor familierelaties tussen de eilanden heel makkelijk kunnen reizen. En dat zo behouden we dan ook de sociale en de cultuur en de familierelaties tussen de eilanden. Elektrisch vliegen kan de alternatief zijn. Persoonlijk heb ik wel heel veel over gelezen. Maar aan de hand van deze presentatie ben ik benieuwd wat er allemaal naar voren zal komen. Om dat op een gegeven moment te kunnen introduceren op de eilanden. Ongeveer mijn presentatie. Together we can fly for ABC en electrics. En vertel maar, dan gaan we even kijken hoe wij dat gaan doen. Of het mogelijk kijken. Of het kan helpen of een duur verbinding. Dank u wel. Hartstikke mooi, Franklin, voor een stukje historisch perspectief, maar ook inderdaad dat accent op het belang van die verbindingen en betaalbare verbindingen. Daar doen we het voor. En ook dat punt van die corrosie, ja, dat is ook nog iets waar we bij batterijen elektrisch vliegen even goed over na moeten denken. Is het mogelijk, Ramon, dat jij even de zaal in Curaçao vraagt om hierop te reageren? Ja, dat kan. Ik zal even vragen als er vragen zijn over onze geschiedenis en waar we toe tussen de eilanden. Ja? Ik ben eigenlijk een beetje waarom het vaak zo misgaat met luchtvaart. Is de vraag duidelijk of moet ik dat herhalen? Ja, alsjeblieft herhalen. Oké, de vraag is hoe het eigenlijk komt dat tussen de vliegtuigmaatschappijen op de eilanden, waarom het zo vaak fout gaat. Met de lokale luchtvaartmaatschappijen? Ja, dat is een valid question. Dat is aan de hand daarvan kwam ik ook aan. Want ik zie gewoon dat het nummer 1 is. Het wordt niet heel vaak nagedacht over long-term planning. Bijvoorbeeld, als je zo'n groot, ik neem altijd KLM als een voorbeeld. KLM die koopt nooit tweedehands vliegtuigen bijvoorbeeld. Want ze hebben al een visie. Zij weten precies van, aan de hand van dit en dit criteria, dan gaan we gewoon een long-term plan. We gaan nieuwe vliegtuigen aanschaffen. Nieuwe vliegtuigen betekent minder onderhoudskosten. Betekent meer economisch. Dan kan je meer economisch investeren. Maar dan heb je wel een long-term plan. Zij weten precies van, wij komen met de Airbus of met de Boeing 787 vandaag. En daarmee gaan we de komende 20 jaar vliegen. En na 20 jaar houdt het op. Weet je, want dan ben je al beyond je economische waarde om het gezond te houden. En wat ik hier zag is dat die long-term plan, die is er niet. Het is echt van, we komen tweedehand of derde of vierdehands vliegtuigen en dan gaan we voor een paar vijf of 10 jaar vliegen. En dan zien we wel verder. Weet je, dus het hangt een beetje aan de mentaliteit van die visie die ze hebben. En ook de demand van het Caribisch gebied. Het blijft een moeilijk gebied. Ja. En de kosten ook. De kosten zijn best wel hoog. Als je bijvoorbeeld naar Bonaire een ticket koopt voor $170. Ja, vraag je eerst. Is dat genoeg om de hele operatie te bouwen met zo'n organisatie, met die corrosie, met dit en dat. Dus het is moeilijk. Het is moeilijk. Ik kijk even op de tijd, ook collega's moderatoren. Het is hier 7:30, 7:30 in de Cariep. Ik zou eigenlijk voor willen stellen dat we even een break doen tot 11 uur en tot 5 uur hier lokale tijd.
Damali, Ramon, Danilo, hoe is de energie bij jullie? Zit het nog een beetje erin of gaan we even stoppen? Nou, vanuit... als ik voor Bonaire kan spreken, ze hebben de vragen en we keken uit naar de dialoog. Dus hebben jullie behoefte aan een break? Maar eventjes voor het proces, zeg maar, want we zouden een dialoog, zeg maar, ter plaatse even houden. Dus dat we met de studenten ter plaatse in gesprek zouden gaan. Dus dat gaan we dan nu doen. En daarna komen we weer terug om, zeg maar, de resultaten van die discussie terug te koppelen. Dat was toch het idee? Jazeker. Dus we gaan nu in dialoog met de studenten, want we hebben uiteraard heel veel vragen. En we hebben ook gezegd van, met een dialoog krijgen we een idee van hoe gaan we dit verder doen. En we zitten hier in de zaal met allemaal jonge mensen. En ook iets, ja, jongere mensen plus. En die hebben natuurlijk een idee. En dus ons idee is natuurlijk ook om de toekomst, vooral iets te laten zeggen over de toekomst. Dus ik zou die moment ook willen grijpen, eerlijk gezegd. In de zaal hebben we hier op Bonaire vragen. Willen jullie die stellen? En mogen we dat stellen, meneer Arjan? Ja, graag. Maar dan stellen... Oké. Nou, goed, we stellen de vragen, maar dat doen we dan zeg maar tussen de vier locaties. Dus dat doen we dan centraal en we schakelen niet af. Nee, klopt. Okay. We gaan gewoon door. Bam Kamincha. Toch? Let's start. All right. Dan ben ik zo brutaal. Zeg verkeerd, hè? Ja, kom iets aan. Ga je gang, hoor. Ga kunnen je gang, we beginnen Damali. Hier? Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben een student en hij introduceert zichzelf en dan stelt ze vraag. Ja, ik ben Tieni Winklaar. Ik ga naar school naar Eind. ACMAMTS. Ik heb gewoon een vraag over hoe kunnen we de doelen, zeg maar, zo snel mogelijk behalen? En is het voor is er iets om bijvoorbeeld meer studenten bij scholen aan te schuiven voor het vliegtuigmonteur situatie? Ik zou de vraag graag even terug willen leggen bij ook bij de sprekers, met misschien Martin Nagelsmit van het NLR of bij Michiel Saliers. De microfoon staat open, zeg het maar. Een leuke vraag. Zal ik proberen te beantwoorden, Michiel Saliers. We hebben, dat zal ik zo. Ik doe zo nog een presentatie. Daar komt ook aan bod omdat we mensen nodig hebben om deze doelen te halen. En in die zin leven we hier een hartstikke leuke tijd. De jonge mensen van nu, dat moet echt de generatie worden die derde revolutie in de luchtvaart gaat trekken. En vanuit Ampère hebben we daarom eigenlijk ook altijd wel een aantal stageplekken, zeg maar, ter beschikking om. Om ook mensen vanuit de opleiding al mee te nemen in het elektrisch vliegen. En welke kant gaat dat uit en welke capabilities hebben we nodig. Dus ik denk zeker dat het heel belangrijk is om samen te werken. Tussen industrieën, universiteiten, kennisinstituten. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar eigenlijk ook daarbuiten. Want uiteindelijk draaien we allemaal op hetzelfde planeetje rond de zon. En houdt het klimaat niet op bij landsgrenzen. Dus wat dat betreft zijn wij altijd groot voorstander van samenwerking. En de inzet van zeker ook jonge mensen hierin. Dankjewel, Michiel. Misschien even teruggaan nog naar de vraag. Is die vraag zo goed beantwoord? Wat gaan we doen? Nou ja, we doen een beroep op jullie, jonge mensen, aankomende experts. Ja, kijk, het gaat meer om, zeg maar, om meer studenten voor de. Dat we.
meer studenten te krijgen voor het zelf onderhouden voor de bedrijven die we hier hebben. Dus dat het niet zeg maar naar andere landen hoeft te gaan, maar gewoon zelf ons onder elkaar die het voor de toestellen kan zorgen. In het masterplan waar we nu zeg maar de aanbesteding voor doen, is dat wel het idee? Dus dat de toestellen ook ter plaatse omgebouwd gaan worden met kennis vanuit het Koninkrijk, dus vanuit Nederland. En wat Michiel ook zegt, ook van daarbuiten, dus ook partijen als Ampère, die op veel plekken al verder zijn, dat we ervan leren. Maar denk ook aan de Hogeschool van Amsterdam. Dutch Electric Aviation Consortium, dat in Teugen nu een Cessna aan het ombouwen is. Ja, we hopen dat dat soort initiatieven nu bij elkaar gaan komen en dat daar nu stappen in gezet kunnen worden. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Goedemorgen. Mijn naam is Toulan Melan en we zijn hier representeren de Aviation School hier in Bonaire. En ik werk zelf bij de Antilles Aerospace als licensed mechanic. Dus ik heb net gehoord van de Elders Aviation, die vliegtuig. De hele elektrische vliegtuig. Ik zie het een goede alternatief voor Bonaire. Omdat, net als Franklin heeft net gezegd over de corrosion en zo. En ik begrijp dat deze vliegtuig een composite vliegtuig is. Dus hoe zit dat met de kosten eigenlijk, maintenance-wise? Gezien wij eigenlijk in de maintenance-business zijn. Dank. Ja, goede vraag. Ik kijk even om me heen en ik moet toch aan jou denken, Martijn. Misschien dat jij daar vanuit het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium het meeste inzicht, hoe composieten reageren en ook hoe onderhoud van elektromotoren effect heeft op de totale kosten van het onderhoudsplaatje. Zou je daar willen reageren? Ja, een hele goede en interessante vraag. Kunnen jullie mij horen? Uitstekend, ja. Oké, wat reflectie in mijn gezicht zie ik. Ik zat precies hetzelfde te denken bij dat plaatje over corrosie. Dat ik ook dacht, nou ja, composieten zijn minder gevoelig voor corrosie natuurlijk. Je hebt dan wel weer verbindingen met metaal waar je goed op moet letten. Waar het ook goed mis kan gaan met corrosie. In principe als... Of als je dat goed ontwerpt en goed maakt, dan zou dat minder moeten zijn. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor als het volledig elektrische vliegtuigen zijn. Elektromotoren bestaan uit een stuk minder onderdelen, minder complexe onderdelen. En natuurlijk minder hoge temperaturen en dergelijke. Dus al dat onderhoud zal wel een stuk minder zijn. Dat is ook een deel van de reden waarom elektrische vliegtuigen waarschijnlijk goedkoper gaan zijn om te opereren, nog los van de energiekosten. Maar het heeft dus uiteindelijk wel te maken met je precieze ontwerp en je precieze configuratie ook. Want als je dan weer naar een hybride elektrisch vliegtuig hebt met nog steeds een brandstofmotor, dan ben je natuurlijk eigenlijk alleen maar een beetje complexer aan het maken dan het was. Dankjewel Martin, duidelijk. Heb jij een zonnepaneel waar je reflectie van hebt? Of, Het is een dakraam. Voor de verandering schijnt in Nederland ook een keer de zon. Nou, en dan moeten wij binnen zitten. Maar dank voor je heldere antwoord. Ik stel voor, De Mali, zijn er nog vragen vanuit Bonaire? Anders dan gaan we even eiland hoppen, om zo maar te zeggen. Goedemorgen, ik ben Gwydion Jansen. Ik ga naar de school hier op Bonaire. Mijn vraag is... wat denkt de regering van deze project? Hebben ze een idee over deze project? Dat was mijn vraag. Nou, even een vraag ter verduidelijking hoor. Bedoel je de regering van Bonaire Nederland? Of? Ja, de regering van de ABC-eilanden.
Jeetje, daar ben ik wel een beetje over gevraagd. Ja, kijk, ik zit hier namens een ministerie en... Marius, die wil daar een antwoord op geven. Heel fijn. Nou, in ieder geval, wij vanuit Nederland en dus ook Bonaire hebben de ambitie om verder te gaan met duurzame luchtvaart. En wat ik heb begrepen is dat de Arubaanse regering en de Curaçaose regering dat ook willen. En we zijn nu op dit moment bezig met verder onderzoek naar elektrisch vliegen. En dat willen we ook samen doen met Curaçao, met Aruba en Bonaire. Wat zijn we een mooi team, Marius. Ja. Hartstikke goed. Damali, ik kijk nog even in het rond. Zijn er nog vragen? Nee, er zijn er verder geen vragen in ieder geval. Leuk, hartstikke goed. Even kijken. Damali, ik dacht dat er nog een nabrander kwam, maar geen vragen. Sorry, blijkbaar was ik niet verstaanbaar. Wij hebben hier vanuit Bonaire geen vragen. Ik weet niet voor Curaçao of Aruba. Oké, helder. Prima. Ja, vanuit Curaçao is er een vraag. De vraag is voor Franklin, als hij wat meer kan vertellen over het logistieke gedeelte tussen de eilanden. Franklin, kun jij de vraag beantwoorden? Ik zie... Ah, daar ben je. Ja, ja. Sorry, ik heb die mis niet... ik heb de vraag niet... De vraag vanuit Curaçao is... als je een beetje meer kan vertellen... over het logistieke gedeelte... tussen de eilanden. Ja, logistiek... Ja, over ik had inderdaad iets over logistiek, maar mijn logistiek was echt bedoeld. De logistiek van als je andere delen naar het eiland moet hebben, dan moet meestal alles uit Amerika komen. Dus dat brengt ook extra kosten met zich mee. Maar logistiek gezien, echt transport tussen de eilanden, ja, ik denk dat het toch niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Gedaan worden. Ramon, zijn er nog meer vragen? Oh, sorry. Ik heb eigenlijk zelf een vraag. Mag dat? Een vraag over elektrisch vliegen. Ik rijd namelijk zelf al een tijdje elektrisch. En dan de eerste twee ervaringen zijn... dat je op een gegeven moment langs de weg staat... want de auto is leeg. Je moet echt eraan wennen, maar het vliegen kan dat dus niet. Dus mijn vraag is dat in de normale vliegtuigindustrie wordt een vliegtuig zo snel mogelijk gefueld om meteen weer weg te vliegen, om natuurlijk geld binnen te blijven brengen. Ik neem aan dat de elektriciteit, het opladen van elektrische vliegtuigen een langere tijd inneemt. Maakt dat niet... Een duur product omdat het vliegtuig langer stil moet staan? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik wil zelf geen poging doen om het te beantwoorden, maar ik kijk weer naar Martin als expert. Martin, zou jij er een poging willen doen om daar een antwoord op te geven? Of Michiel? Ja, ik denk dat Michiel daar vast ook ideeën over heeft, hè? Hoe Ampère daar bijvoorbeeld mee omgaat. Ja, het is een belangrijk component, hè, als je echt over 100% elektrisch hebt, dus met accu's die heel groot zijn en die je moet laden. Hè. Dat kan tegenwoordig met auto's natuurlijk ook, met snelladers. Dan moet je natuurlijk opletten dat ze uiteindelijk niet de levensduur minder wordt of dat je heel erg opwarming krijgt in die accu's, wat weer gevaarlijk is. Maar ja, je moet natuurlijk niet hebben dat je 8 uur aan het laden bent voor een uurtje vliegen. Dus wellicht moet je daar dan ook je businessmodel op aanpassen. Misschien kan je accu's gaan verwisselen in plaats van opladen bijvoorbeeld. Maar ja, daar moet je rekening mee houden. Het is een hele belangrijke. Ja. Michiel, zou jij er nog iets op willen aanvullen? Ja, dankjewel. Zeker, ja, daar wil ik nog wel even wat aan toevoegen. Nee, dat is echt een hele valide vraag. En ook iets waar wij vanuit Ampère goed naar kijken.
Onze vliegtuigontwerpen doen. En er zijn inderdaad een aantal mogelijkheden, maar we zijn zeker aan het kijken naar een battery swap model, waarbij het eigenlijk de bedoeling is, hè, want batterijen zijn eigenlijk ook in twee smaken, even heel kort op de bocht gezegd. Je hebt degene die je heel snel kan laden en ook ontladen, maar die hebben vaak wat minder capaciteit. En je hebt degene die meer capaciteit hebben, maar die laden wat langer. En op het moment kijken wij inderdaad naar een optie om die batterijen die meer capaciteit hebben, maar wat langer laden erin te doen. Want met meer capaciteit haal je meer bereik. Maar dan zeg maar een battery swap model te doen, zodat je na het landen die lege batterijen, bijna lege batterijen eruit haalt. En die zeg maar een nieuwe volle batterijen in doet. En je ook zeg maar het laden van de batterijen op de luchthavens wat beter kan plannen. Zeker in begintijd, om te voorkomen dat er ineens een x-aantal vliegtuigen tegelijkertijd heel veel stroom uit het net willen trekken, om heel snel een vliegtuig op te laden. Dus dat is een van de zaken waar we naar kijken. En een andere is, dan kijken we naar hybride elektrisch vliegen, is dat we eigenlijk ook zeg maar in de lucht proberen om die batterijen al een beetje op peil te houden. Dus dan gebruik je de batterijen eigenlijk als een ondersteuning voor de normale fossiele brandstof. En daarmee kan je zorgen dat je niet helemaal een lege batterij zeg maar bij de gate aankomt. Maar dat je afhankelijk van de route die je vliegt, eigenlijk met een vrij snelle, korte laadtijd die ook overeenkomt met het inladen van je passagiers en bagage alweer, eigenlijk klaar bent voor de volgende vlucht. Dus er zijn verschillende manieren om daarnaar te kijken, maar het is zeker een heel valide punt, omdat uiteindelijk ook een goede business case voor de airline uit moet komen. Leuk. Mooie antwoorden. Ramon, hoe ben je uiteindelijk thuisgekomen? Sorry? Hoe ben je uiteindelijk thuisgekomen? Dat willen de kijkers natuurlijk wel weten. Met de kraan. Ze moesten de auto komen ophangen. Dus naast de chauffeur. Oké, hartstikke goed. Ja. We hebben nog één vraag. Leuk. Kan dat nog? Ja, joh. Ja. Ik had nog een vraag over de elektrische vliegen. Hoe zit het nou met de backups? Dus als er iets misgaat met de batterijen of wat dan ook, elektrisch gezien. Wat is er nog? Ja, misschien kunnen jullie wat uitleggen over de backup systemen van deze elektrische vliegtuigen. Nou, we hebben Michiel als laatste op de agenda gezet, want ik dacht dat hij veel vragen zou gaan krijgen. En dat is ook zo. Ja, want dit is er volgens mij toch ook weer eentje voor Michiel en voor Martin, denk ik. Ja, of als ik iemand over het hoofd zie voor het beantwoorden, moet hij het zeggen hoor. Maar, Zal ik weer... doe dan maar een keer. Ook een hele goede en valide vraag. In het algemeen is het zo dat als je een vliegtuig ontwerpt, dat je inderdaad moet zorgen dat je niet met één failure zorgt dat je een crash krijgt. Dus als je naar volledig elektrisch kijkt, dan moet je dus zorgen dat je nog op een of andere manier je batterijsystemen compartimenteert en in de motoren en de motoraansturing, dat je zorgt dat je daar redundancy in hebt zitten. Vanuit het hybride elektrisch vliegen en met name zoals Ampère ermee omgaat, is eigenlijk, dat zal ik straks ook nog zeggen, voor die 6x337 hebben we bewust gekozen om één traditionele motor erin te laten zitten en één motor te vervangen door een elektromotor. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook vanuit het certificatiestandpunt ingegeven. Dan mocht er iets misgaan met die elektrische motor, hè, als je twee motoren hebt, dan mag je in principe met één motoruitval, dat kan nog in de certificatie. Uh-huh. Dus mocht die elektromotor uitvallen, dan heb je de traditionele nog. Over het algemeen zijn onze ervaringen overigens bijna dat het andersom is. En dat die elektromotor en het elektrische systeem minder kuren vertoont dan de traditionele fossiele brandstof. Maar dat is de manier waarop Ampère ermee omgaat. Maar in het algemeen, en dat geldt ook zo, de certificatie-eisen die gaan eisen dat je het zodanig inricht dat je niet met één failure in een systeem een crash veroorzaakt. En dat zal ook voor elektrische vliegtuigen het geval blijven. Martin, wil jij er nog iets op aanvullen?
Nee, goed antwoord. Hè? Als je dus kijkt nu bijvoorbeeld naar Pipistrel elektrisch vliegtuig wat wij hebben, dan zitten daar ook 2 accupakketten in. Ja, gecompartimenteerd en daardoor inderdaad gespreid risico. Oké, ik zit ook even naar de tijd te kijken. Damali, wat zullen we doen? We hebben nog 3 en 2... Ja, we hebben nog een aantal minuten. Vanuit de zalen is in ieder geval steeds meer ook de vraag van wanneer mogen we onze mening geven? Dus we moeten het natuurlijk overuit komen. Jonge mensen met een mening. Dat ja, zeker. En ik schat zomaar in dat het in de andere zalen ook zo is. Dus, ja, ik denk hier we ook kunnen, wel. We kunnen 2 dingen doen. Ja. We kunnen, maar dat moeten we in samenwerken. Hè? Net als wat we nu willen realiseren. Even afstemmen. Want inderdaad, door de tijd moeten we zometeen al naar de presentatie van Quincy. We kunnen 2 dingen doen. We kunnen aan het eind even toch wel een soort van wrap-up doen. En dan toch echt horen wat zij ook graag willen zeggen. Volgens mij moet dat wel de ruimte voor zijn. Zijn we het met elkaar eens? Nou, ik vrees dat als wij iedere zaal, zeg maar, dat we 40 keer iemand moeten vragen, dat erg lang duurt. Dan stel ik voor dat we dat toch even lokaal proberen op te halen. En dat we dat dan proberen, dat we kijken of er een rode draad te vinden is in die opmerkingen. En dat we dat dan teruggeven aan elkaar. Is dat een idee? Als de rest het ook goed vindt, hier hoor ik ja. Vinden jullie het ook? Ja. Ja. Bonaire zegt ja. Oké. Nou, dan doen we dat aan het einde. En ik stel voor, als jullie je nog comfortabel voelen hier in de Cariep, dat we doorgaan met Quincy. Dus ik kijk even een rondje. Ja, is het nog uit te houden? Het zijn comfortabele stoelen. Je kunt er lekker mee draaien en zo. Niemand flauwgevallen. Dus dan gaan we gewoon lekker door. Quincy, hoe zit bij jou het energieniveau? Die is weggevallen. Sorry, was die vraag aan mij, want ik was heel even offline. Jeetje, zou je net zien. We zouden om 5 uur met jouw presentatie beginnen. We zijn 5 seconden te vroeg. Het is inderdaad de vraag of jij zou willen beginnen. Jazeker, ik zal even mijn scherm delen en dan kan ik de presentatie starten. En misschien als pauzenummer. Quincy is afgestudeerd bij NACO. En heeft ook onderzoek gedaan naar hybride elektrisch vliegen. Daar zal hij straks zelf alles over gaan vertellen. Ik heb hem live ontmoet. Dat is ook iets bijzonders tegenwoordig samen met Marius. Dat was denk ik 10 maart of zo. Even kijken. Ik hoor een microfoon die open staat ergens. Misschien nog even iemand op mute drukken. Ja, volgens mij is het nu weer stil. Oké. Als het goed is zien jullie mijn scherm, hè? Ja, hoor, uitstekend. Nou, oké, dan zal ik beginnen. Nou, mijn naam is Quincy Tjade en ik ben dus in mei afgestudeerd van Aviation Studies in Amsterdam, de hogeschool. En dat heb ik gedaan nadat ik bij NACO, dus ik ken Chris goed, onderzocht heb wat nou de impact is van elektrische vliegtuigen op de infrastructuur van de luchthaven. Nou, zoals je ook vandaag hebt gemerkt, er is al heel veel onderzoek naar elektrische vliegtuigen en veel dingen eromheen. Maar er is nog relatief weinig onderzoek naar wat er dan nodig is op de luchthaven. Wat best wel apart is, want de luchthaven is toch een essentieel onderdeel voor de elektrische vliegtuigen. Nou, om die hoofdvraag dus te beantwoorden van wat is de impact van elektrische vliegtuigen op de infrastructuur van de luchthaven, heb ik een aantal onderzoeksvragen gesteld. Zo. Ten eerste was het belangrijk om te zien wat we überhaupt kunnen verwachten in de nabije toekomst. En nabije toekomst heb ik bepaald op ongeveer 10 jaar. Ik heb daarvoor gekeken wat de huidige stand van zaken is in de luchtvaart. Hoeveel bedrijven zijn er op dit moment bezig? Maar ook wat het probleem is. Want er moet een reden voor
zijn dat nog niet alle vliegtuigen elektrisch zijn op dit moment. En ik heb gekeken hoe snel die ontwikkeling gaat. En door wat voor invloeden die ontwikkeling wordt afgeremd of wordt versneld. Nou, dat gaf me een globaal beeld, maar ik moest weten wat zijn de eigenschappen van de elektrische vliegtuigen. En dan kan je denken aan gewicht en de lengte van de vleugels, de lengte van de toestellen. Want die bepalen uiteindelijk de infrastructuur van de luchthaven. Dus ik ben gaan kijken, als je een elektrisch vliegtuig neemt, is die dan van 10 personen, is die dan zwaarder dan een normaal vliegtuig van 10 personen. En dat heb ik voor een hele lijst met eigenschappen gedaan. Vervolgens ben ik dus bij de derde vraag gaan kijken, wat is nou die impact? En de vierde vraag die gaat over wat is het verschil in impact? Elke luchthaven is anders. Dus de impact van elektrische vliegtuigen zal ook verschillend zijn. En ik heb daarbij 3 airports bekeken waar er geen Bonaire is. Nou, op dit moment ongeveer 200 bedrijven bezig met de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen. En het merendeel daarvan zijn kleine vliegtuigen. En dat komt doordat grotere vliegtuigen zwaarder zijn. En zwaardere vliegtuigen hebben meer kracht nodig om de lucht in te komen. En die kracht die komt uit energie. Die energie die komt van een energiebron. En bij huidige vliegtuigen is dat kerosine. Maar voor elektrische vliegtuigen is dat natuurlijk de batterij. Alleen het probleem is dat de energiedichtheid van de batterij een stuk lager is. Dus er zit minder energie in de kilobatterij dan in kerosine. Met andere woorden, je hebt heel veel batterijen nodig. Dus je vliegtuig wordt heel zwaar. En een manier om dat tegen te gaan is technologische ontwikkelingen. Dus de batterij wordt beter. Er kan meer energie in de batterij. Dus je vliegtuig kan groter worden. Hij zit in Den Haag. Hoe gaat die ontwikkeling? Die ontwikkeling die is voorspeld door NASA en die zie je hier. En die zeggen eigenlijk dat die hebben een schema opgesteld hoe lang het ongeveer zal duren totdat een bepaalde grote vliegtuig de lucht in kan. En dan afhankelijk van de kracht die nodig is. En ze zien, ja, Aviation Alice die ook in de presentatie voorkwam van Gijs en Martijn, die heeft ongeveer 2 megawatt bijvoorbeeld nodig. En dat zullen we over ongeveer 5 jaar bereiken. En zo verder in de toekomst. Nou, dit gaf me dus een globaal beeld, maar voor de eigenschappen moest ik verder kijken. En daar heb ik dus elektrische vliegtuigen vergeleken met bestaande vliegtuigen. En dit is waar ik op uitkwam. Er zijn 14 eigenschappen van een vliegtuig en daarvan zijn er 11 die blijven eigenlijk gelijk of die nemen af. Dus je kan zeggen dat een elektrisch vliegtuig, die zal niet per se maar er zijn 3 eigenschappen en die zijn afhankelijk van de luchthaven. Die kunnen stijgen of die kunnen dus een invloed uitoefenen op de luchthaven. En dat is de turnaround tijd. Dat komt doordat het opladen vaak langer duurt dan het tanken. Op de luchthavenverkeer, hetzelfde verhaal, dat kan stijgen, dat kan ook afnemen. En dat hangt af van de stoelcapaciteit van de vluchten die er op dit moment al gevlogen worden. Dus bijvoorbeeld, stel je zou een elektrisch vliegtuig nemen van 10 personen, maar de vlucht op dit moment wordt uitgevoerd door een toestel met 20. Dan moet er 2 keer worden gevlogen om hetzelfde aantal passagiers te vervoeren, waardoor de hoeveelheid verkeer ook toeneemt. En het laatste is natuurlijk de vraag naar stroom en dat is volledig te wijten aan het opladen. Hoeveel dat dan zal toenemen, dat hangt natuurlijk ook af van de huidige situatie. Dus ik ben gaan kijken, wat hebben die eigenschappen dan voor invloed op de luchthaven? En de globale conclusie was dat je vooral een oplaadstation nodig hebt. Daar zijn een elektrisch vliegtuig gebruikt vooral de faciliteiten die een normaal vliegtuig ook zou gebruiken. Alleen je moet natuurlijk het vliegtuig opladen. En op dit moment wordt er al stroom geleverd aan de vliegtuigen bij de gate. Maar dat is niet genoeg om de grote vliegtuigen op te laden. Dus dat is een essentieel punt. En verder is het aanbevolen om een energieopslagsysteem te installeren. Vliegverkeer komt in pieken. Dus dat betekent dat er op een bepaald moment heel veel vliegtuigen tegelijk zijn. Dat is dan op het drukste moment van de dag. En op dat moment wordt er heel veel stroom gevraagd. En de rest van de dag is eigenlijk heel rustig. Alleen als jij dus op je piekmoment heel veel stroom van het net vraagt, dan kost dat heel veel geld. Kan je beter een energieopslagsysteem installeren. Die kan elke keer een klein beetje stroom naar binnen halen. En dan op het piekmoment kan die dat allemaal naar de vliegtuigen sturen.
En naast het economische aspect is het ook nog handig om eventuele stroomstoringen op te vangen. Nou, dat is standaard op elke luchthaven. Dat moet er zijn op elke luchthaven. Maar er zijn ook nog dus die drie eigenschappen van de vliegtuigen die bepalen of er nog meer veranderingen nodig zijn. En dat is dus de tijd. Die kan ervoor zorgen dat er meer gates nodig zijn. Als er langer moet worden opgeladen, dan wordt een gate langer bezet gehouden. Dus zijn er ook meer gates nodig. De hoeveel. En dan extra landingsbaan bij. En dan daarbij ook taxibanen en gates. Aprons. En het benodigde vermogen zal natuurlijk omhoog gaan. Dus ja, dan kan je met zekerheid eigenlijk wel zeggen dat daar meer vermogen bij komt. Alleen dat is er dus ook nog afhankelijk van welk elektrisch vliegtuig je daar neerzet. En hoeveel vermogen er op dit moment al wordt geleverd. Nou, een van die luchthavens, ja, omdat die impact dus verschillend is, heb ik drie verschillende luchthavens bekeken. En ik heb dus Bonaire ook als één daarvan meegenomen. Om te kijken, wat doen elektrische vliegtuigen hier? En ik heb hier dus een elektrisch vliegtuig die gekeken naar de afstand van de Aviation Alice. Hoe ver kan die vliegen en welke bestemmingen vallen daar binnen? En ik kwam op twee bestemmingen uit en dat is Aruba en Curaçao. Ik heb alleen Aruba niet meegenomen in het onderzoek, omdat de Aviation Alice kan maar 9 mensen vervoeren. En de vluchten naar Aruba zijn met 50 personen. Dus dan zou je 6 keer moeten vliegen. En dan kan je op voorhand al zeggen dat dat hem niet gaat worden. Dus ik heb gekeken naar Curaçao, waar de stoelcapaciteit lager ligt. Daardoor kan daar van Bonaire 1 bestemming worden gevlogen. En dat klinkt niet veel, maar die bestemming wordt juist heel vaak uitgevoerd. De rest van de vluchten zijn heel veel vakantievluchten uit verre landen. Dus uit Noord-Amerika eigenlijk en uit Nederland. Maar die worden maar 1 keer per dag gevlogen op z'n hoogst. Dus het aantal vluchten dat elektrisch kan vliegen is 84%. Helaas zijn deze vluchten zo kort dat ze maar 7% van de uitstoot zijn. Dus van het brandstofverbruik. Maar ik zeg, laten we focussen op het positieve. Nou, ik heb dus naar die drie eigenschappen gekeken. Waarvan de eerste is de turnaround tijd. En het klinkt raar, maar die neemt niet toe. De turnaround tijd op Bonaire is 10 minuten en dat is al heel kort. Maar de oplaadtijd zou 8 minuten zijn. En dat komt doordat de lithium-ion batterijen die door de Aviation Alice worden gebruikt, die laden heel snel op, zoals Michiel net zei. En die kan je eigenlijk vergelijken met een glas water. Als je een glas water wil vullen, kan je de kraan helemaal openzetten. En dan vult dat glas zich heel snel, maar zodra die wat voller wordt, moet je de kraan dichtdraaien, omdat die anders gaat overstromen. Met batterijen zou die dan de batterij beschadigen. Dus dat is de reden dat die aan het begin heel snel kan opladen en daarna niet meer. De afstand tussen Bonaire en Curaçao is eigenlijk zo kort dat er maar een heel klein percentage van de batterij opgeladen hoeft te worden. En dat is juist dat eerste stuk dat heel snel gaat. En dat is 8 minuten. Nou, dus de turnaround tijd die heeft geen effect op het aantal gates dat nodig zal zijn. Dus ben ik gaan kijken naar de hoeveelheid verkeer. En die wordt weer beïnvloed door de stoelcapaciteit. En die daalt eigenlijk van 20 naar 9. Niet elke vlucht zit vol. Dus het betekent niet dat je voor elke 20 passagiers 3 vluchten nodig hebt. En ik kwam uit op de volgende hoeveelheden verkeer. Het verkeer op de grond, dus wat een gate nodig heeft, zal met 100% stijgen. Dus dat verdubbelt. Het aantal bewegingen op de baan neemt ook toe. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er een extra baan moet. Dat hangt wel af of Bonaire al aan zijn maximale capaciteit zit, of dat ze nog kunnen groeien in de baancapaciteit. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat er op het drukste moment 10 elektrische vliegtuigen op de grond zullen staan, waardoor er dus 10 oplaadstations nodig zijn. En in totaal een vermogen moet worden geleverd van 13.000 kilowatt. Nou, dat is een getal wat je waarschijnlijk niet heel veel zegt. Dus ik heb het geprobeerd te visualiseren. En het opladen van 10 elektrische vliegtuigen tegelijk kost meer energie dan het hele eiland van Bonaire. En dat gaat er dan om op het moment dat eigenlijk het eiland het meeste stroom verbruikt. Dus dat zal zijn wanneer iedereen tv zit te kijken en zit te wassen. Dan is dat moment. Nou, dus dat klinkt als slecht nieuws. Maar het goede nieuws is dat er op Bonaire 12 windturbines staan. En die kunnen 90% van deze stroom leveren. En een nog beter punt is dat deze windturbines al een tijd geleden zijn geplaatst. En op dat moment waren de windturbines hadden een kracht of een vermogen van 1 megawatt. Tegenwoordig is dat al 8.
Dat zou betekenen dat je dus maar 2 windturbines nodig hebt van de meest moderne technologie om al die vliegtuigen op te laden. En op Bonaire is genoeg wind. Dus het stroomopwekken voor het opladen van de vliegtuigen zou makkelijk moeten zijn. Waardoor Bonaire dus goed geschikt is voor elektrisch vliegen. Maar dat is niet de enige reden, want zoals Arjen in zijn introductie ook al zei, elektrische vliegtuigen die hebben heel veel moeite met grote afstanden. Maar tussen Bonaire en de eilanden zijn de afstanden juist heel kort. En elektrische vliegtuigen hebben ook heel veel moeite met grote aantallen. Maar de aantallen tussen de eilanden zijn juist laag. En verder zijn er tussen de eilanden natuurlijk natuurlijke barrières, dat is de zee. Waardoor alternatief verkeer niet mogelijk is. Je kunt niet met de trein van Aruba naar Bonaire. Als je dat nou vergelijkt met Europa of Nederland, ja, dat zijn relatief lange afstanden die worden gevlogen in grote, volle toestellen. En er zijn maar weinig echte natuurlijke barrières, afgezien van een aantal bergen, waardoor er dus veel sneller wordt ingezet op de trein. Terwijl Bonaire dus eigenlijk de ultieme, of ja, het Caribisch gebied, ultieme plek is om elektrisch vliegen te realiseren. Nou, om antwoord te geven op de hoofdvraag, wat is de impact van elektrische vliegtuigen op de infrastructuur van de airport? Die is relatief laag. Je hebt alleen oplaadstations nodig en een energieopslagsysteem. Verder, per luchthaven verschilt het of de capaciteit van de infrastructuur moet worden uitgebreid of niet. En dat is dan weer afhankelijk van de turnaround tijd, de hoeveelheid verkeer en de benodigde stroom. Nou, van die factoren is de hoeveelheid verkeer is de meest voornaamste. Die zorgt voor de grootste problemen eigenlijk. En op Bonaire komt dat doordat de stoelcapaciteit van 20 passagiers naar 9 gaat. Dus er moet veel meer worden gevlogen om hetzelfde aantal te vervoeren. Maar door technologische ontwikkelingen wordt die batterij steeds sterker, waardoor de vliegtuigen groter kunnen worden. Dus je kan meer mensen meenemen tegelijkertijd, waardoor je dus ook minder vaak hoeft te vliegen. Dus als die technologie ontwikkelt, zullen de aanpassingen aan de luchthaven op dat gebied afnemen. Voor aanpassingen op het gebied van het vermogen, van de stroom, is het juist het omgekeerde. Die technologische ontwikkelingen die zullen ervoor zorgen dat er meer energie in een batterij kan. Dus heb je meer vermogen nodig eigenlijk om net zo snel op te laden. En moeten er dus meer aanpassingen komen op het gebied van stroom. En daarom is het heel goed dat jullie er zijn. Want ik heb dus de challengevragen gezien en het gaat heel veel over stroom. En daarom ben ik heel blij dat jullie dus onderzoek kunnen gaan doen naar de mogelijkheden om deze stroom op te wekken. En om dit op de meest efficiënte manier naar het vliegveld te krijgen. Er is heel veel potentie bij de ABC-eilanden en het zou dus heel zonde zijn om dat niet te benutten. Nou, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en ik wil jullie heel veel succes wensen met de challenge. Quincy. Hallo. Quincy, hartelijk dank voor je presentatie. Super interessant natuurlijk en volgens mij voor iedereen ook interessant om de facts, zeg maar, vanuit onderzoeken te kennen. Want we kunnen allemaal wensen hebben, maar uiteindelijk gaat het erom dat er goede onderzoeken zijn die ook in de juiste context geplaatst worden. En dat hebben we nu. We zien de tijd en we gaan gewoon door met de presentatie van Martin. Ook omdat we zojuist hebben gezien dat veel vragen toch terugkomen op de andere sprekers. Dus dan hebben we een totaal beeld. En dan horen we graag de presentatie van Martin Nagelsmit. En Martin, maak ons rijk met nieuwe inzichten, zou ik zeggen. Ja, dat ga ik doen. Ik probeer mijn presentatie te delen. Ik maak heel graag mensen rijk. Even kijken, hoe kunnen jullie het beste zien als ik hem zo fullscreen doe? Ik zie hier nog niets verschijnen. Martin is overigens van NLR, een kennisorganisatie gericht op innovatie. Dus dat voorbeeld alvast. Ja, ik hoop dat het ondertussen ook is gelukt met de PowerPoint. Ja, je bent goed in beeld. Ja. Yes, dus ja, inderdaad, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. En daar ben ik hoofd van de afdeling Milieu en Beleidsondersteuning en ben ik ook de coördinator van ons onderzoek naar elektrisch vliegen. Dus daar doen wij natuurlijk al een tijdje heel veel mee. Of in ieder geval, duurzaamheid is al heel lang
belangrijk voor de luchtvaart, maar dat is de afgelopen jaren echt wel in een stroomversnelling gekomen. Ik vond het een mooie introductie van Chris Powell, waarin hij even het grote plaatje schetst. En nou ja, hoe de wereld daar dus heel druk mee bezig is en hoe we dat dan ook uiteindelijk naar Europa en nationaal beleid en acties vertalen. Dus ja, dat zijn toch hele duidelijke ambities die gesteld worden met echte duidelijke getallen waar we in 2030, 2050 en 2070 willen zijn. En nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de luchtvaart geen enkele negatieve impact meer heeft. Niet op het klimaat, globale schaal, maar het liefst natuurlijk ook niet op lokale schaal als je het hebt over bijvoorbeeld geluidsoverlast of fijnstof of iets dergelijks rond de luchthaven. Chris heeft natuurlijk al het hele grote plaatje geschetst. Ik zoom daar nog een beetje dieper op in, waarin we gaan kijken naar welke vluchten nou het meeste uitstoten momenteel van de CO2. CO2 is natuurlijk het belangrijkste gas dat uitgestoten wordt, wat de aarde opwarmt. Maar vliegtuigen stoten nog heel veel meer dingen uit, waaronder ook waterdamp, bijvoorbeeld ook weer tot die strepen in de lucht, de contrails, leidt. Dus uiteindelijk is de impact van de luchtvaart bijna twee keer zo groot op het klimaat dan wat alleen de CO2 is. Dat is even een hele belangrijke om je te realiseren. Dit grafiekje is misschien een beetje ingewikkeld. Ik zal proberen uit te leggen. Op de verticale as staat het aandeel van vluchten en CO2. Dus de blauwe lijn zijn het aantal vluchten. En dan hebben we even gekeken naar heel Europa met vluchten van meer dan 19 passagiers. En het rode lijntje is dan de CO2-uitstoot die erbij hoort. En dat hebben we uitgezet over de vluchtlengte. Dus als je hier naar kijkt, bijvoorbeeld bij vluchten tot 2000 kilometer, dan zie je dat bijna 80% van de vluchten zijn, maar minder dan of ongeveer 20% van de CO2 uitstoten. En dat is eigenlijk ook nog precies andersom bij de langere vluchten. Zo zie je dat ongeveer 20% van de vluchten wel 80% van de CO2 uitstoten en dus het brandstof verbruiken. Dus je ziet dat die afstand echt ontzettend belangrijk is voor de bijdrage van de luchtvaart aan de CO2-uitstoot. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met hoeveel energie je mee kan nemen in het vliegtuig. Als je heel ver wil vliegen, dan heb je natuurlijk het liefst, zeker in een vliegtuig, zo een licht mogelijke energiebron nodig. Ik heb hier een aantal energiedragers uitgezet in een plaatje, waaraan je op de horizontale as ziet hoeveel energie er per kilo in zit. Op de verticale as hoeveel daar per liter in zit. Hè? Dus niet alleen belangrijk het gewicht, maar ook het volume wat je dan mee moet nemen in een vliegtuig. Dan zie je er dingen in staan als verschillende accutechnologieën. Je ziet ook kerosine erin staan. Dat is dan helemaal rechtsboven. Dat betekent goed in dit plaatje. Maar je moet je niet laten foppen door de schaal, want het is een logaritmische schaal. Dus tussen elk streepje zit een factor 10. En dat betekent, als je hier rechtsboven naar kerosine kijkt en eigenlijk het middelste rode stipje waar de huidige accutechnologie zit, dat het ongeveer 60 keer slechter is qua gewicht en ook qua volume nog een factor 20. Kerosine is dus ontzettend goed spul, hè? En daarom wordt het ook gebruikt in de luchtvaart als je kijkt naar de energiedichtheid. En accu's zijn er nog heel ver van verwijderd. En ja, vliegtuigen die hebben zeker voor lange afstanden een heel groot aandeel van hun gewicht aan kerosine, aan energiedrager. Dus als je dat met accu's zou moeten doen, dan lukt dat niet. En is er wel een hele grote verbetering nodig om daar uiteindelijk te komen. Wat er ook in dit plaatje staat is waterstof. Hier staat vloeibare waterstof en waterstof in gasvorm. Die zijn dus eigenlijk ietsje beter qua dichtheid per kilo, maar niet qua volume. Maar zeker ook iets waar we naar kijken, wat daar het probleem is, is de opslag van de waterstof in tanks. Wat ook weer heel veel gewicht kost. Daar zal ik verder niet al te veel op ingaan. Maar dat is uiteindelijk ook onderdeel van de oplossing, zoals eerder ook al is geschetst.
Dus uiteindelijk, dat zal ik later toelichten, moet je dus ook niet alleen naar elektrisch vliegen kijken, niet alleen naar waterstof, maar niet alleen naar biokerosine, maar het complete plaatje moet je invullen met de meest geschikte technologie. Ja, veel nadelen dus, maar we moeten natuurlijk ook naar de voordelen kijken. Je kan er efficiëntere systemen van maken. Je kan hele andersoortige vliegtuigen maken, omdat je niet meer gebonden bent aan de accu's. Michiel, ik heb een plaatje van Ampère geleend om iets te schetsen wat je dus weer terug zou kunnen verdienen met een elektrisch vliegtuig. Dus hier zie je een heel ander soort vliegtuig met in de staart een motor. Waar je gebruik maakt van de grenslaaginname van de motor. Waardoor je uiteindelijk efficiënter kan voortstuwen en de weerstand van het vliegtuig vermindert. Je hebt misschien dus ook niet meer een staartvlak nodig bijvoorbeeld. Dus je kan op andere vlakken kan je eigenlijk weer veel terugverdienen van wat je dus eigenlijk verliest op het gebied van die energiedichtheid van je energiedrager. Een ander iets wat je kan doen, hè, wat dus eigenlijk je gebruik maakt van die nieuwe vormvrijheid, die ontwerpvrijheid die je hebt door het gebruik van elektrische voortstuwing, is wat we verdeelde voortstuwing noemen, of distributed propulsion. Dat betekent dus dat je meerdere elektromotoren op de vleugelrand zet, voor, achter. Je kunt er nog heel veel in variëren, ook hoeveel het er zijn. Elektromotoren zijn er niet in van die hele grote versies verkrijgbaar nog. En hiermee kan je dus ook de stroming over de vleugel verbeteren. Bijvoorbeeld bij start en landing ook, dat je misschien geen flaps meer nodig hebt. Je vleugel kan wat smaller zijn, kan je misschien wat langer maken. En als je nou links en rechts een beetje meer of minder gas geeft, dan kan je daar ook mee sturen. En dan hoef je daar dus dan ook geen stuurvlakken meer te hebben, wat dus minder weerstand betekent, minder gewicht en uiteindelijk dus ook weer een groot voordeel op vliegtuigniveau. Dus ook een heleboel voordelen aan elektrisch vliegen. En als je dan nu kijkt, hoe heeft zich dat uiteindelijk vertaald nu in daadwerkelijk vliegende vliegtuigen, dan is eigenlijk een heel klein bedrijfje uit Slovenië daar echt wel koploper in. Die hebben deze Pipistrel Velis Electro ongeveer 2-3 maanden geleden uiteindelijk gecertificeerd gekregen voor de EASA. Dus deze kan je gewoon kopen en daar mag je gewoon mee vliegen. En NLR krijgt hem ook over een week om onderzoek mee te doen. Dus dit is eigenlijk bedoeld als een trainingsvliegtuigje. Ze hebben een bestaand vliegtuig gepakt waar ze accu's in hebben gestopt, voor en achter waar de passagiers zitten. En een elektromotor. En die kan ongeveer 50 minuten tot een uur vliegen. En dan moet je er ook ongeveer weer een uur opladen. Maar volledig elektrisch. En daarmee dus ook bijvoorbeeld een stuk stiller. 10 decibel. Dat is ook bijna 10 keer stiller dan hetzelfde vliegtuig met een verbrandingsmotor. Dus dit is eigenlijk nu, doordat het de eerste is die gecertificeerd is, ook de certificatieregels zijn speciaal hiervoor voor gemaakt. Hè? Of in ieder geval, dit was de eerste die wilde certificeren. De regels bestonden nog niet, dus dat is ook weer een hele belangrijke. Hè? Dus het is niet alleen de technologie uiteindelijk zover krijgen dat het technisch gezien lukt. Maar de regels bestonden er gewoon nog niet waar het tegen gecertificeerd moet worden. Kijk naar dat plaatje wat ik hiervoor schetste, het totaalplaatje van alle vluchten en de verschillende afstanden. Dan zou je die kunnen gaan invullen. Door dat gewicht kom je met elektrische worden net ook al afstanden 500.000 kilometer. Een beetje afhankelijk van het passagiersaantal. Dat kan je dan, zijn dat in die zin communicerende vaten. Als je minder passagiers meeneemt, kan je weer wat verder vliegen. Uiteindelijk ook weer een belangrijke keuze. Denk ik voor de business case, voor het business model uiteindelijk van luchtvaartmaatschappijen of wie er dan ook mee gaat vliegen. Dan zou je het ongeveer tot dit streepje kunnen doen. Als je dan naar waterstof kijkt, dat kan je dan weer met een brandstofcel omzetten in elektriciteit. Dan kan je alweer een stuk verder vliegen, denken wij. Als je het verbrandt in een gewone gasturbinemotor, dan ben je ook een stuk duurzamer, dan ben je nog steeds
bijvoorbeeld NOx aan het uitstoten, maar bijvoorbeeld geen CO2 meer, dan kan je nog weer verder vliegen, nog steeds beperkt omdat het volume zo groot is wat je dan mee moet nemen. En wat eigenlijk misschien ook een van de belangrijkste dingen is, is dat je die allemaal op een bepaalde hybride vorm kan combineren met elkaar of met een huidige kerosinemotor. Dus echt afhankelijk van wat je denkt, hoeveel passagiers je mee wil nemen, hoe ver je wil vliegen, wat voor configuratie je kiest. Wil je bijvoorbeeld alleen bij de start elektrisch zijn om rond het vliegveld minder geluid te produceren, minder uitstoot en daarna met kerosine verder vliegen of andersom. Hè. Je kan daar uiteindelijk heel veel mee spelen en dat is weer dus eigenlijk die ontwerpvrijheid die veel groter is. Maar ja, voor die echte lange afstanden waar ik echt het grote probleem zit, daar zou je toch moeten kijken naar wat we dan SAF noemen, hè, Sustainable Aviation Fuels. Dus biokerosine kan ook synthetisch gemaakt worden. Of nog veel radicalere innovaties waar je kijkt naar hele andere vliegtuigconfiguraties, zoals de Flying V van de TU Delft die we hebben gezien. Of Blended Wing Bodies. Of je moet misschien voor die lange afstanden tussenstops gaan maken, bijvoorbeeld. Ja, als je dan 4000 kilometer komt met waterstof, nou ja, dan moet je misschien 1 of 2 tussenlandingen maken om uiteindelijk zo ver te komen als je uiteindelijk wil komen. Wat dan de overpeinzingen zijn voor de ABC-eilanden, toen ik daar een beetje over na zat te denken. Dus die korte afstanden met die hele kleine toestellen. Inderdaad, als je naar CO2-uitstoot kijkt, is het maar een heel klein deel van het probleem. Maar hiervoor kan je wel 100% reductie realiseren als het ook 100% elektrisch is en het natuurlijk ook duurzaam is opgewekt, die stroom. Maar ja, voor die langere afstanden, moet uiteindelijk ook wel onderdeel van de oplossing worden om als gehele luchtvaartsector, misschien wel de hele wereld, een stuk duurzamer te worden. Dus misschien kan je dan uiteindelijk wel kijken naar wat misschien een beetje uit gratie is, maar hub en spoke, dat je wat net ook geschetst werd, misschien de internationale vluchten dan op biobrandstof van Amsterdam naar Curaçao of een ander eiland en vanaf daar dan weer met die kleinere vliegtuigjes de passagiers verder verspreiden over de regio, over de andere eilanden. Nou ja, wat zijn nou de mogelijkheden? En ik ben natuurlijk even gaan kijken wat vliegt er bijvoorbeeld nu. En dat is dan zo'n Britain Norman Islander. En wat je dus ook ziet is dat daar nu wat initiatieven zijn. En dit is van Cranfield Universiteit in Engeland. En die hebben een heleboel subsidie gekregen om nou precies dit type vliegtuig om dat te gaan elektrificeren. Dus die zijn ermee bezig. Twin Otter zijn ook initiatieven op. Dus ja, dat vliegtuig die kan je elektrisch maken of hybride, zoals ik al net zei. We denken toch dat voorlopig beperkt zal zijn tot die categorie van 9 of 19 passagiers. Die wordt zo genoemd omdat daar de certificatie-eisen voor zijn opgesteld. Hè. Er zijn eisen tot 19 passagiers en alles daarboven. Ja, die afstand, veel meer dan 500 kilometer, zal het niet worden. En je ziet dus heel veel retrofit initiatieven. Als je niet hoeft te beginnen met een compleet nieuw vliegtuig, dan zou het waarschijnlijk een stuk sneller kunnen. Je kan niet al die voordelen die ik net noemde volledig benutten. Maar je bent wellicht wel sneller al aan het vliegen en ook de ervaring ermee aan het opdoen. Dus ja, de routes werd net ook al gezegd. Hè, die zijn denk ik op de ABC dan heel geschikt. Als je nu al kijkt waar vliegtuigen met 9 of 19 passagiers veel gebruikt worden, dan zijn het vaak kortere routes natuurlijk. Met vrij dunne bezetting. Geen hele grote passagiersaantallen. En typisch ook die geografische hindernissen. Eilanden of bergen, fjorden in Noorwegen of in Canada, heel onherbergzaam gebied waar geen alternatieven zijn. Nou ja, de vraag van net, hè, is eigenlijk al beantwoord. Hè. Als je naar oplaadtijd gaat kijken, dan gaat het al snel een verkeerde kant op. Maar die accu's zou je wellicht ook kunnen verwisselen. Heeft natuurlijk ook te maken met hoe groot die vliegtuigen uiteindelijk zijn en wat voor laadtijd daarbij hoort en wat de belasting ook gaat zijn op het net waar net al over werd gesproken. Voor de kleine vliegtuigen zal het best nog wel meevallen.
En je kan naar hele andere businessmodellen kijken. Dus zoals ik net al zei, Arjen ook in de introductie, in plaats van nu met hele grote vliegtuigen van het ene hele grote vliegveld naar het andere hele grote vliegveld, kan je misschien ook straks met kleinere vliegtuigjes van kleinere vliegveldjes uiteindelijk dichter bij je huis vertrekken en dichter bij je uiteindelijke bestemming aankomen, want het is nooit, het vliegveld ligt nooit op de plek waar je naartoe moet en het is nooit op de plek waar je vandaan komt. En het zijn toch ook wel stepping stones voor de grotere vliegtuigen. Hè? Dat zijn ook wel dingen die niet goed schalen en heel anders zijn. Maar ja, je hebt de wegvoorbereiders nodig en de nieuwe generatie, wat we net ook al werd gezegd, om uiteindelijk die revolutie te ontketenen. Want dit is wel echt weer een revolutie in de luchtvaartindustrie. Dus ja, ik heb even de cirkel getekend. De afstand is maximaal ongeveer 100, 120 kilometer. Als je bekijkt hè, vanaf het middelpunt Curaçao. Dus ja, dat is waarschijnlijk toch wel een soort sweet spot qua afstand. Nou, je hebt die geografische uitdagingen. Er zijn weinig alternatieven de routes zijn dun. Dus ik denk echt dat hier alle hokjes aangevinkt worden voor in ieder geval de goede voorwaarden voor elektrisch vliegen. En dan zat ik na te denken, wat moet er nou allemaal gebeuren? Ik denk dat net al heel duidelijk werd gezegd, ja, de beschikbaarheid van de toestellen. Er zijn ontzettend veel initiatieven, maar ze zijn er nog niet, de toestellen die dit soort passagiersaantallen kunnen vervoeren. Ze zijn vooral ook nog niet gecertificeerd en commercieel beschikbaar. Dus die ontwikkeling die kost ontzettend veel tijd, ontzettend veel geld. En de certificatie die daarbij hoort, hoort natuurlijk ook. Michiel kan daar natuurlijk nog meer over vertellen. Tot nu toe zijn het alleen maar schattingen van wanneer dit gaat gebeuren. Het zijn zeker in dit geval van de kleinere vliegtuigen heel veel start-ups die er ontzettend hard mee bezig zijn. Maar dat moet natuurlijk dus ook samengaan met het ontwikkelen van ook de nieuwe regelgeving en dergelijke daaromheen. En het zijn allemaal nieuwe soort onderdelen die we nog niet kennen in de luchtvaart. Het is niet, we hebben daar nog niet tientallen jaren ervaring mee zoals we dat nu wel hebben met de huidige technologieën, waarmee we dus ook weten hoe betrouwbaar en dergelijke dat allemaal is. Ja, de luchthaveninfrastructuur is ontzettend belangrijk. Hè. Je kan niet natuurlijk ergens naartoe vliegen als je daar niet ook op kan laden. Of bijvoorbeeld waterstof kan tanken als dat de oplossing is. Dus daar moeten ook dingen gebeuren. En dat moet natuurlijk allemaal een beetje parallel gebeuren het liefst. Want anders is dat vliegtuig klaar, maar je luchthaven nog niet of andersom. Maar ook erg van elkaar afhankelijk, hè? Want is dat vliegtuig wat je gaat gebruiken nou hybride elektrisch of volledig elektrisch, dat maakt ook nogal veel uit wat voor infrastructuur je nodig hebt. En dan moet je ze natuurlijk kopen, die toestellen. Ze moeten gemaakt worden, geleverd worden. En zoals wij zelf ervaren, bijvoorbeeld met die Pipistrel, het lukt ons nog niet om hem te verzekeren. Dus dat soort simpele dingen zoals het lijkt, hè, kan ook nog best wel moeilijk zijn. Hè. Het is allemaal nieuw en dat is heel belangrijk om je te realiseren. En daarbij hoort natuurlijk ook opleiding van de piloten. Er zijn nog geen duidelijke regels voor. Ook het grondpersoneel, onderhoudspersoneel werd net al genoemd. Het gaat allemaal anders zijn, dus die moeten ook allemaal op een andere manier worden opgeleid. En dat allemaal, en dat is dan ook denk ik belangrijk dat de INW hier aan de tafel zit. Hè. Het moet allemaal geflankeerd worden of aangejaagd worden door beleid. En ik heb het hier even carrot en stick, de wortel en de stok genoemd. Hè. Dus aan de ene kant moet je mensen, bedrijven een wortel voorhouden van als je elektrisch gaat vliegen, dan heeft het allerlei voordelen. En bijvoorbeeld met subsidies voor innovatie of voor het aanpassen van infrastructuur. En aan de andere kant moet je wellicht mensen ook een beetje meer dwingen met regelgeving zoals CO2-taxen of kerosinebelasting of zo. En als je dat op de juiste manier combineert, dan kan je zo'n revolutie echt teweeg brengen. Dat is denk ik ook iets heel belangrijks wat daarbij hoort. Het is dus niet alleen de technologie en de innovatie, maar daar hoort ook
het juiste beleid bij, zoals dat denk ik ook met elektrische auto's ervoor heeft gezorgd dat aan de ene kant de auto's er kwamen, dat er in geïnvesteerd werd door fabrikanten, aan de andere kant overheden investeerden in laadpalen, dat die infrastructuur er ook was, dat mensen ermee konden rijden en ook nog eens diverse belastingvoordelen voor de consumenten, dat ze uiteindelijk ook die auto's gingen kopen. Dus zo zal dat hier uiteindelijk ook moeten gebeuren. Dus ja, ontzettend goed idee denk ik, elektrisch vliegen op de ABC-eilanden. En ja, er zijn denk ik al heel veel initiatieven in Nederland, in de wereld en hopelijk straks ook op de eilanden, waarmee we ervoor gaan zorgen dat het ook echt gaat lukken. Dank jullie wel. Bedankt. Eerst is er sorry? Oh, sorry. Maarten, bedankt voor de presentatie. Even opnieuw doen. Zullen we een vragenronde even heel snel doen? En dan beginnen we dit keer andersom. Dan beginnen we gewoon in Curaçao. En de vragen in Curaçao? Nee? Oké, zullen we dan kijken als er vragen zijn in Bonaire? Tamali, zijn jullie er? Zijn er en vanuit Bonaire zijn er geen vragen. Complimenten en duidelijke presentatie. Dank u wel. Oké, en dan gaan we als laatste naar Aruba toe. Zijn er daar nog vragen? Ja, hoor, we hebben vragen hier. Ik ben Dylan van EPI. Ik heb twee vragen. Mijn vraag is, als jullie de presentatie van Elon Musk van Tesla hebben gezien, mijn accu's, denk dat het een goed idee is om iets met zo'n idee te maken voor de vliegtuig. Een grotere capaciteit en een kleinere tijd om op te laden. Als jullie dat een goed idee denken. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, uiteindelijk zit de crux hem in die accu-capaciteit. En daar wordt eigenlijk ook op de hele wereld al wel aan getrokken. Hè? Ook veel door autofabrikanten natuurlijk. En voor heel veel andere toepassingen ook. Dus ik denk dat de accutechnologie voor de luchtvaart nu een beetje op het niveau zit. Wat ook in een Tesla zit qua energiedichtheid. Je moet voor luchtvaart echt ook kijken naar certificatie. En alles wat er nog om die accucel heen zit, hè, waardoor die veilig is, hè, waardoor die tegen de grote krachten kan als je een airstrip bijvoorbeeld, waardoor je kan voorkomen dat er een thermal runaway komt, hè, dus de koeling van de accu. Bij de pipistrel zit vloeistofkoeling bijvoorbeeld. Dus uiteindelijk is dat het probleem en zijn er nog wel wat andere aspecten voor de luchtvaart waar je ook naar moet kijken wat in de auto-industrie nog iets minder is. Maar we moeten daar zeker van leren, dus daar zijn we ook de samenwerking aan het zoeken. Oké, mooi. Tweede vraag is, het is een beetje gek, want het is niet met de presentatie, maar wat denk je over een vital om verticale lift te krijgen, dat betekent een kleine runway. Absoluut. Ja, je ziet natuurlijk ook heel veel wat dan urban air mobility heet, hè, of Ubers in de lucht, hè, dat mensen kijken naar luchttaxis voor een paar personen die dan vaak ook elektrisch zijn en verticaal opstijgen, bijvoorbeeld van een wolkenkrabber. Het onhandige van verticaal opstijgen is dat het ontzettend veel energie kost. Want in plaats van je voorwaartse snelheid omzetten in lift, moet je die lift zelf genereren. Dus dat is qua energiegebruik niet heel erg handig. Dus dan kan je meer minder ver daarmee vliegen. Maar dat is weer die afweging in je ontwerp die je altijd maakt. Uiteindelijk met het zicht op de business case ervoor. Oké. Bedankt voor uw uitleg. Ik,
Hier in Nederland is er nog een vraag. En ja, ik let ook even op de tijd natuurlijk. Het is 19 minuten voor 6. Dus ik stel voor dat we even een korte vraag pakken en dat we daarna snel doorgaan naar de laatste twee presentaties. Brendan. Ja, dankjewel voor je presentatie. Ja, we zien eigenlijk een beetje dat die lange afstandsvluchten nog heel lastig zijn. Precies. Ja. Zeker om zo echt volledig sustainable te maken. Dan praat je over, ja, kun je niet bijvoorbeeld een tussenstop maken? Ja. Maar dat lijkt me erg lastig als je bijvoorbeeld de oceaan over wil steken. Bijvoorbeeld van Europa naar Amerika vliegen, zie je dan wel bijvoorbeeld dat ze al over Groenland heen komen. Is het dan niet bijvoorbeeld de mogelijkheid om daar een groot tussenstop vliegveld neer te gaan zetten? Dat lijkt me een hele goede business case eigenlijk, om daar, want daar komt zoveel luchtverkeer langs. Ja, ja, leuk idee. Zijn daar mogelijkheden voor? Wordt er al aan gewerkt? Voor IJsland, met heel veel thermische energie natuurlijk. Precies, ja. Wordt er al aan gewerkt? Weet je daar iets van? Ik heb daar geen idee van. Martin, heb jij er wel eens van gehoord misschien? Of Chris? Ik weet het niet. Er zijn wel onderzoeken die hebben gekeken naar waar dan zo'n luchthaven zou kunnen komen. Of waar die al zijn. Hè? Bijvoorbeeld op routes naar China. Dan ligt het erg voor de hand. En stiekem doen de Emiraten dat al een beetje. Die liggen vrij gunstig tussen Europa en Azië. Hè? Dus daar heb je eigenlijk dat effect al een klein beetje, maar echt luchthavens daarvoor ontworpen, dat gebeurt nog niet. Nee. Oké, dan stel ik voor dat we Michiel het nog een keer het woord geven. Hij heeft al veel mogen zeggen, veel antwoorden mogen geven. Maar dan nu eindelijk tijd voor je presentatie. Michiel, kom er maar door. Zo, ben ik te horen, is de presentatie te zien? Uitstekend, ja hoor, hier in Nederland. Ik hoop dat hij nou iets fullscreener is dan eerder toen we het even probeerden. Anders is het een gratis oogtest erbij. goedemiddag nogmaals, Michiel Sundier. Ik ben Europees vertegenwoordiger van het Amerikaanse bedrijf Ampere. Dat is een start-up uit Californië. Klimaatproblematiek houdt niet op bij de grens. En luchtvaart is een wereldwijde business. Dus ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid krijg om hier vandaag ook even toch een beetje vanuit de USA een visie te kunnen geven. En zeker een eerste kennismaking met de ABC-eilanden. Want zoals al een aantal keer gezegd, die zijn bij uitstek geschikt om het elektrisch vliegen te gaan ontwikkelen. Hè? Dat soort regio's, dan heb ik het niet alleen over de ABC-eilanden, maar Caribbean als geheel, Hawaii, zijn andere eilandengroepen, gebieden in Noorwegen, waar al gerefereerd is naar plekken waar geografische obstakels zijn, maar toch wel behoefte om communities bij elkaar te brengen, fysiek. Daar mikken wij als Ampere op. En ik ga jullie een klein beetje meenemen in onze visie en onze aanpak. En zoals ik al eerder zei, jullie als studenten, dan richt ik me even tot de studenten, leven echt in wat dat betreft een super interessante tijd. 100 jaar geleden, 120 bijna intussen, begon de luchtvaart met Powered Controlled Flight in 1903. Dat was eigenlijk de eerste revolutie in de luchtvaart. Daarna de tweede grote revolutie, een beetje de jaren 50 zeg maar, gehad met het overschakelen naar de straalvoortstuwing. Nu staan we eigenlijk aan het begin van een nieuwe revolutie. En wat ons betreft wordt die elektrisch. Daar mag ook waterstof bij, het mag ook hybride oplossingen zijn. Maar wij denken zeker dat elektrisch daar een hele belangrijke rol in speelt. En het is gewoon super gaaf, denk ik, dat wij allemaal, ik en jullie ook als studenten, de kans gaan krijgen, denk ik, om daar jullie bijdrage aan te leveren. Nou, waarom is het nodig? Wat al eigenlijk verteld is, we moeten iets doen met het milieu en de uitstoot van luchtvaart in bijzonder, de CO2, de NOx, maar ook geluid is een beperking, dus daar moet iets aan gebeuren. Verder weten we gewoon intussen dat in het huidige hub- en spookmodel, en dat is dan vooral in Europa en Amerika het geval, daar heb je vaak immens grote luchthavens waar grote vliegtuigen tussen vliegen, die dan weer van daar regionaal naar wat kleinere luchthavens het verkeer verspreiden, dat hub- en spookmodel. Alleen die luchthavens die zijn ook zodanig groot geworden dat reizen via dat soort luchthavens echt geen pretje is
met alle rijen die je hebt bij het inchecken, op je bagage afgeven, de security, et cetera. En uiteindelijk willen mensen gewoon zo snel mogelijk van A naar B. En het liefst ook dan via een luchthaven die dicht bij je eindbestemming of bij je huis ligt. En niet via een grote luchthaven waar je nog weer een indirecte vlucht moet doen. Een andere belangrijke driver, en dat is ook al een beetje genoemd door Franklin Antoine in zijn presentatie, is ook de business case voor de airlines. Dat is super belangrijk. En we zien dat met name regionale airlines het heel moeilijk hebben. En je ziet hier een heel klein grafiekje. Dat zwarte lijntje, dat is de brandstofprijs. En die rode spikes die je terugziet, dat zijn de faillissementen van regionale luchtvaartmaatschappijen. Want het gaat niet alleen op de ABC-eilanden mis. Het gaat eigenlijk met regionale luchtvaartmaatschappijen in het algemeen vaak mis. En dat komt gewoon omdat die marges die zij hebben goedkoop transport te kunnen voorzien om die lokale communities te voorzien van transport. Die marges zijn heel erg klein. En je ziet dat eigenlijk dat spikes in de brandstofprijs bijna 1-op-1 leiden en spikes in de faillissementen. Dus we moeten echt ook iets doen aan de business case voor de airlines. Wij zien wel aan de andere kant vanuit Ampère dat er een hele mooie kans ook ligt. Omdat als je nu kijkt, zeker in Europa en de VS, daar zie je dat er eigenlijk maar 20-25% van alle vliegvelden die er zijn, wordt gebruikt voor scheduled flights, dus voor regelmatig passagiersvervoer. En die andere 75% is vaak veel meer of general aviation, dus mensen die een eigen vliegtuigje hebben of recreatief. Parachutisten, dat soort dingen. En eigenlijk kunnen we die kleine luchthavens veel beter gaan inzetten, is ons idee. Nou, wat is dan de visie van Ampère? Hoe ziet de wat langere termijn toekomst eruit? Uiteindelijk willen wij graag energy-optimized electrical aircraft, dus volledig elektrisch vliegen. En nou, dat vliegtuig is al voorbijgekomen, dankzij Martin, met die boundary layer ingestion. Dus we willen echt gaan kijken hoe kunnen we het vliegtuig zo zuinig mogelijk maken. Maar met name ook, hoe kunnen we dat doen op een manier dat ook die marges voor die airlines gezond worden. En daar zit ook een kostenreductie aan vast. En dat komt deels vanuit de brandstof. We denken dat er staat hier 75-90%. Dat hangt een beetje af van de afstand die je wil overbruggen en die je kunt overbruggen elektrisch. Ik denk dat voor hybride elektrisch vliegen, dat je eerder praat, dus 20-70% kostenreductie op brandstof. En daarnaast ook nog eens een keer 25-50% op onderhoud. Ook een klein beetje hoe je dat elektrisch vliegen of dat hybride elektrisch vliegen gaat implementeren. Maar wat ook al benoemd is, dus dat elektromotoren gewoon een stuk minder onderhoud nodig hebben. Een stuk minder complex zijn, minder warm worden. Dus daar zit gewoon winst. En die winst die willen wij gaan pakken voor de airlines voor een deel en zeker ook voor de passagiers. Zodat vliegen gewoon bereikbaar wordt, juist ook in die gebieden waar het nu niet zo voor de hand ligt om te reizen door die geografische barrières. Willen wij graag dat vliegen bereikbaar maken. Maar we willen daarbij niet alleen het vliegtuig aanpakken, we willen ook echt gaan kijken hoe ga je het hele systeem aanpakken. Het luchtvaartsysteem. Dus van het hub-and-spoke-model wat we nu hebben met hele grote luchthavens, op een regionaal niveau eigenlijk veel meer directe verbindingen met kleinere vliegtuigen, maar met meer vluchten op een dag. Dus als er nu gezegd wordt van er wordt ergens met 50 man tegelijk gevlogen, 1 vlucht per dag. Je zou ook gewoon 5 vluchten, 10 man per dag of misschien 8 vluchten met een iets dunnere bezetting kunnen gaan doen. Waardoor je eigenlijk die busservice, die ook al gedoemd is door Franklin Antoine, op zou kunnen gaan zetten tussen regionale vliegvelden. En dan uiteindelijk is het wel handig voor het klimaat als we die energie die we nodig hebben voor die elektrische vliegtuigen ook elektrisch gaan, renewable gaan opwekken. Uit zonne-energie of uit windenergie. Of anderszins uit aardwarmte voor mijn part op IJsland. Dus, dat is het eindplaatje, maar hoe komen we daar? En waar Ampère zich voor een deel wel een beetje onderscheidt, bijvoorbeeld van de Alice van Aviation, die gaan in één keer proberen een compleet nieuw vliegtuig te maken. Wij weten gewoon, dat heeft Martin ook al verteld, het ontwikkelen van een nieuw vliegtuig, zelfs gewoon een conventioneel vliegtuig waar niks anders aan is dan technologie, dat is echt een hele dure business. Dat kost heel veel tijd, dat kost heel veel geld. Je moet alles ontwerpen, je moet voor alles aantonen dat het veilig is.
Dus dat is gewoon een, zeker voor start-ups, is dat een heel kapitaal en intensief en langdurig traject. Dus we hebben eigenlijk bij Ampère gezegd, laten we nou kijken, wat is nou nieuw? Dat is die elektrische voortstuwing. Laten we ons daar nou op gaan focussen. Laten we vooral kijken naar wat er wel kan op de korte termijn en nog even niet naar wat er niet kan met de batterijtechnologie die inderdaad nog in ontwikkeling is. Dus wij zijn eigenlijk begonnen bij vliegtuigtype de Cessna 337. Die heeft 6 stoelen erin zitten. En die kan je eigenlijk met de huidige technologie door 1 motor te vervangen en geen 2. En dat, de reden daarvan is ook weer om het certificatie technisch gewoon zo min mogelijk complex te maken. Je houdt gewoon nog een traditionele motor erin, dus de certificatiestap die wordt daarmee minder. Kunnen we eigenlijk gewoon veel sneller dit soort technologie in de markt gaan zetten. Als het ons lukt om daarbij ook die business case voor de airline overeind te houden. En van daaruit, als dat lukt, en die vliegt intussen, dat staat op een van de volgende slides, dan kan je gaan opschalen, dan kan je naar 9 passagiers, naar 19 passagiers en uiteindelijk ook waarschijnlijk richting de 40 passagiers en misschien een totaal nieuw geoptimaliseerd elektrisch vliegtuig. Dus onze aanpak is echt heel pragmatisch. Kijk vooral naar wat je wel kan. Ga bestaande vliegtuigen retrofitten, ga ermee vliegen, ga ze certificeren, ga ze verkopen. We zijn ook gewoon een commerciële onderneming als Ampère. Dus naast het feit dat we de wereld willen verbeteren, moet er ook voor Ampère gewoon een goede business case in zitten. En voor onze investeerders, die willen ook gewoon een verstandige terugverdientijd zien. Dus ga die vliegtuigen verkopen, ga daarvan leren, de data die we daarmee krijgen. Daarmee kunnen we systemen gaan verbeteren en kunnen we gaan opschalen. En in de tussentijd hopen we ook dat in parallel die batterijtechnologie steeds beter wordt. Dus dat we bij het volgende vliegtuigtype weer gebruik kunnen maken van verbeterde batterijtechnologieën. Dat intussen ook de infrastructuur op de luchthavens langzaam zich gaat aanpassen. Hè? Want we moeten dus nu kijken wat kunnen we nu doen met de infrastructuur op de huidige luchthavens zonder al te veel aanpassingen. Want anders gaat het ook niet gebeuren. Niemand gaat met een vliegtuig kopen wat je niet op een luchthaven kwijt kan. Dus ook die infrastructuur die moet stapje voor stapje op gang geholpen gaan worden. En certificatie eisen en standaarden, wat Martin ook al zei. Toen de typiestel ging certificeren was er nog niks. Dus die eisen die moeten nog gemaakt worden. Maar dat geldt ook voor de standaarden. Het is natuurlijk wel prettig als er meerdere fabrikanten komen van elektrische vliegtuigen. Dat we uiteindelijk allemaal ongeveer met dezelfde stekker die batterijen gaan opladen. En als er eigenlijk is bij de auto-industrie al een klein beetje misgegaan. Er zijn 3 standaarden in omloop. Dat moet je in de luchtvaart gewoon niet willen. Dus we moeten ook standaarden met elkaar afspreken voor dat laden. Hoe dat te doen, zodat het voor die luchthaveninfrastructuur zo goed mogelijk te doen blijft. En last but not least, we hebben mensen nodig. We hebben nieuwe ingenieurs nodig die vliegtuigen kunnen ontwerpen. We moeten aan vliegers gaan werken. We hebben onderhoudspersoneel nodig die weet hoe die elektrische vliegtuigen in elkaar zitten en wat je daar onderhoud technisch aan kan doen. Als we battery swap gaan doen bijvoorbeeld, wie mag dat dan doen, is een vraag. Heb je daar een monteur voor nodig of mag de normale grondpersoneel dat doen die nu ook het tanken van de vliegtuigen doen. Mogen die dat? Wat hebben ze daarvoor nodig aan skills? Dus ook de mens is echt super belangrijk hierin. Waar zijn we nu? Er wordt heel veel gepraat over elektrisch vliegen, maar uiteindelijk vinden wij, je moet het ook vooral gaan doen. Dus we zijn met die 337, dat is een retrofitted Skymaster. Die vliegt sinds juni 2009, hebben we de eerste vluchten gedaan. Deze maand hebben we de langste vlucht ooit gemaakt met een hybride elektrisch vliegtuig, want hij is hybride elektrisch dus, van 341 mijl, dan 500 kilometer. Dan knijpen we wel zo'n beetje alle range eruit die erin zit. Ook. En dan leunen we ook dus nog steeds aardig op de kerosine, maar wel met minder kerosine dan je zou doen als je volledig fossiele brandstof had. Maar toch een mooie mijlpaal. En dan zie je ook dat er echt ranges te halen zijn die best interessant zijn. En naarmate die range korter wordt, kan je gewoon meer leunen op je elektrische voortstuwingen. Wordt die besparing en minder uitstoot, wordt er alleen maar beter van. We gaan dit vliegtuig, en dat wordt ook, als het goed is, een première vliegen op Hawaii. Met Mokulele Airlines. Dus dat zou voor de eerste keer zijn dat er door een operationele luchtvaartmaatschappij gekeken wordt van hoe kunnen we vliegen met deze elektrische vliegtuigen. Dat gaan we niet met passagiers doen nog.
Want hij is inderdaad nog niet gecertificeerd. Maar naast dat we hebben afgevinkt van ja, we kunnen vliegen, willen we nu vooral kijken hoe kunnen we nou gaan vliegen met een echte airline op echte luchthavens. Om ook gewoon ja, die business case voor die airline dicht te gaan timmeren en te gaan zien van wat is daarvoor nodig. En terwijl we dat zeg maar de komende jaren gaan doen, we hopen dat we die Ampère 337 IL, dat we die zo'n beetje in 2022 gecertificeerd kunnen gaan hebben. En ook als product kunnen gaan aanbieden. Maar parallel daaraan zijn we al begonnen met het opschalen naar de Twin Otter. Om die te gaan modificeren. Daar hebben we een NASA-contract voor. Dat vliegt nu nog niet. Maar we zijn nu al die trade-offs aan het doen. Waar we het eigenlijk eerder ook al over hadden. Van wat is nou de beste configuratie om dat hybride elektrisch te gaan doen. Hoe zit het met laadtijden? Hoe zit het inderdaad met redundancy, met veiligheid? De payload range, dus hoeveel nuttige lading wil je over hoeveel kilometer gaan kunnen vervoeren om hier ook weer een goede case voor te maken. Dat loopt nu en we hopen dat we zo'n Twin Otter vliegend gaan hebben zo'n beetje in 2024, om een tijdspad te schetsen. Om ook te laten zien dat het echt vliegt, heb ik een klein filmpje en ik hoop dat hij het gaat doen. Die zou nu moeten gaan lopen. Zo ziet hij er nu uit. De voorste motor die je ziet, dat is dus de elektromotor in dit geval. En dat batterijpakket zit in dat, die pot die eigenlijk onder de buik geschroefd is. En dit is de eerste vlucht van onze tweede testkist. Die in Californië heeft plaatsgevonden in september. Zien vliegen. En als het goed is, hebben jullie er eigenlijk niet zoveel bijzonders aan gezien van buitenaf. En dat is prettig, want uiteindelijk willen we namelijk dat passagiers ook gewoon in durven te stappen. Naarmate het vliegtuig meer lijkt op hetgene wat men al kent, denken we ook dat is ook echt wel een belangrijk iets. Hè? Het accepteren van passagiers als je in een vliegtuig moet stappen met nieuwe technologie. We hebben het al even over automatisering gehad. Hè? Zou je in een vliegtuig stappen zonder piloot bijvoorbeeld? Dat geldt ook voor elektrisch vliegen. Dus ergens is het wel prettig dat je er ook niet al te veel verandering aan ziet aan de buitenkant. Het belangrijkste zit onder de motorkap. Maar we willen het vooral heel pragmatisch en vertrouwd houden. Nou, dan eigenlijk als laatste. Er is een uitspraak die aan Gandhi wordt toegeschreven. Ik heb dat niet helemaal kunnen verifiëren in het kader van fake news. Dus ik weet niet helemaal zeker of hij het gezegd heeft. Maar ik sta wel helemaal achter de boodschap. Be the change that you want to see in the world. En nu hebben jullie kennis kunnen maken met Ampère. En je weet waar wij voor staan. Hè? We willen uiteindelijk helpen om de planeet te redden. We willen zorgen dat er healthy airline margins komen. Dus een goede business case voor de airlines. En we willen heel graag communities met elkaar verbinden, fysiek. Met name ook op plekken waar dat door geografische beperkingen niet zo voor de hand liggend is. Dus dat zijn wij, dat is waar wij voor staan. Maar nu is eigenlijk de vraag aan de studenten terug. Wie willen jullie zijn in deze derde revolutie? Want jullie hebben echt een hele mooie kans om hier aan bij te gaan dragen. Dus, dat was mijn verhaal en ik hoop dat jullie daar wat wijzer van geworden zijn. En de vragen zijn dan beantwoord ik die uiteraard graag. En ik hoor heel graag ook hoe jullie hier tegenaan kijken. Nou, Michiel, heel erg hartelijk dank allereerst voor deze mooie presentatie, mooi filmpje. Super inspirerend. Ja, be the change yourself. Uh, ik, uh,
Ja, ik hoop graag dat het hier opgepakt gaat worden rond de tafel. Maar als voorzitter heb ik ook een taak om een beetje de tijd in de gaten te houden. En we zijn al 1 minuut over de tijd. Dat is in Nederland dan natuurlijk wat lastig. Maar we zijn ook al aan het einde van de dag. Het is 6:01. Maar we hebben nog 2 dingen die ik echt wil doen. En dat is Dieneke vragen om een toelichting te geven aan de challenge. En dan gaan we nog even een rondje maken langs de ABC-eilanden, stel ik voor. En daarna laten we afronden. Dus ja, als er mensen zijn die toevallig een vliegtuig moeten halen, schroom niet om dan eerder te vertrekken. Als jullie nog even 5 tot 10 minuten extra hebben, zou dat heel fijn zijn. Dieneke, jij hebt ervaring met het organiseren van challenges. Je hebt recent een mobiliteitschallenge georganiseerd. Kun je ons meenemen in de challenge zoals wij die voor ogen hebben voor de ABC-eilanden? Ja, ik vond het een hele leuke uitdaging om deze challenge ook op te nemen. Ik weet niet of ik goed kijk, maar ik probeer zoveel mogelijk ook in de camera te kijken. En als het goed is, zou ook de challenge nu ergens op scherm verschijnen. Maar ik vond het, want we hebben heel veel presentaties gezien met heel veel aanhakingspunten. Quincy, ik ben heel blij dat jij ook de challenge hebt gedaan. Want de challenge die we uitzetten, oh kijk, daar is die. De challenge die we uitzetten, die heeft ook te maken met het opwekken van duurzame energie voor de duurzame luchtvaart op de ABC-eilanden. Nou, er zijn heel veel haakjes gegeven. En ik ga er niet inhoudelijk op in, want dat durf ik geen eens, want er is hier zoveel kennis langs gegaan. Maar wat wil deze challenge? Die wil juist van de studenten van het wetenschappelijk onderwijs, van HBO-onderwijs en MBO-onderwijs, oplossingen horen voor hoe kunnen wij nou duurzame energie opwekken voor de luchtvaart tussen de ABC-eilanden. En we vragen jullie ook van geef suggesties voor wat voor soort vormen van opwekking hiervoor van toepasbaar zouden kunnen zijn. En er zijn ook al een aantal voorbeelden langsgekomen, zoals de 2 hele grote windmolens of de vele zonnepanelen die overal kunnen worden neergezet zonder glinstering en hindernis naar de piloten en de luchtvaarttorens. Welke innovaties kunnen daar bijvoorbeeld van toepassing bij zijn? Beslag op de ruimte, hoe ga je om met andere stakeholders? Nou, er zijn zo een heel aantal vragen die wij geformuleerd hebben en die jullie ook allemaal terug kunnen vinden op de links en de platforms waar we dit hebben gepubliceerd. Hij is vandaag voor het eerst gepubliceerd. Mm-hmm. Je kunt de informatie ook vinden op bij de uitnodigingen waarop jullie dit voor deze Koninkrijksdialoog. Dus de challenge, dat is eigenlijk een vervolg waar jullie ook jullie geluid kunnen laten horen om mee te doen met deze dialoog om ook de duurzame luchtvaart een stap verder te brengen. Bij de challenge hebben we ook aangegeven wat jullie kunnen winnen. En naast geldbedragen zijn dit ook bijvoorbeeld toegang tot het, zoals dat mooi heet, het ecosysteem van de organisaties, de bedrijven die bezig zijn op verschillende manieren met duurzame opwekken en duurzame luchtvaart. En we hopen de prijsuitreiking eind januari te doen, ook tijdens een heel bijzondere bijeenkomst die ook meer interactief mogelijk is met studenten erbij. Waarbij we ook de kick-off van het masterplan gaan doen. Er staan ook een aantal voorwaarden genoemd om mee te doen met deze challenge. Lees het alsjeblieft, studenten, allemaal. De beoordelingscriteria staan er ook bij genoemd. Beoordelingscriteria zijn bijvoorbeeld de samenwerking. In hoeverre werk je samen met of meerdere scholen, universiteiten of met meerdere disciplines, omdat verschillende disciplines hier natuurlijk ook bij aan bod komen. En een ander criterium is bijvoorbeeld de professionaliteit. Hoe is je voorstel, hoe is dat uitgebouwd, hoe is dat voor het voetlicht gekomen, hoe logisch zit dat in elkaar? We hebben behoorlijk wat achtergrondinformatie ook verzameld. En we gaan nog halverwege deze periode, of op 23 november, gaan we een expertmeeting houden. Dus als studenten wat meer achtergrond willen hebben,
Dan is daarvoor een expert meeting, staat ook allemaal bij de informatie en daar kun je voor opgeven. Is dan weer digitaal zoals we... Ja, ik ga ervan uit dat die digitaal is, ja. En we proberen dat natuurlijk ook op een zodanige manier te doen als dit. Ja. Of dat we het via Zoom of WebEx moeten nog even bekijken. Prima. We zijn bezig een hele leuke jury bij elkaar te krijgen vanuit de professionele wereld hieromheen. En dat begint heel leuk te lopen. Dus ik ga de namen nog niet verklappen, omdat we nog halverwege het proces zitten. Maar ook die informatie komt op die database te staan, waar mensen achtergrondinformatie kunnen hebben. Ja. Nou, we kunnen misschien al wel zeggen, mensen uit de energiesector, van hogescholen. Ja, zeker. Zeker. Nou, om één naam. Zal ik één naam gewoon verklappen alvast? Ja. Ja, dan moet ik hem natuurlijk wel bij me hebben. Ja, dat is Bert de Breij. Ja, jij zegt het goed. CIO van Elaat. En CIO staat in dit geval voor Chief International Executive. Dus die ook heel veel weet natuurlijk van allerlei laadmogelijkheden. Omdat dat ook een heel belangrijk aspect is in deze context. Ja, en ze werken nu aan de laadinfrastructuur voor Pipistrel. Ja, precies. Ja. Dus, ja. Nou... En gezien de tijd denk ik dat we het gewoon hierbij moeten laten. Dank dat je dat zo bondig en kort hebt willen zeggen. Ja, sorry dat er weinig tijd overbleef. Maar ik denk dat we toch een heel mooi programma hebben doorgelopen. Ik zou graag even terug willen schakelen naar Damali op Bonaire. Damali, hoe is de sfeer bij jullie? Ja, het is bij ons nog ochtend, hè? Dus wij hebben totaal geen haast, zijn absoluut getriggerd en hebben eigenlijk veel vragen. Dus we zaten te denken van, hoe kunnen we jullie daar in Nederland verleden? Gaan koken en, ja. Nee, we hebben nog wat vragen. En uiteraard natuurlijk op de website staat meer informatie over de challenge, want wij konden het niet op beeld zien. Maar het is wel goed om even de website te benoemen. www.link-ers.com/flyabc. En dat is dezelfde link wat gebruikt is voor de inschrijvingen. En we roepen alle studenten op. Maar naar de vragen, want we willen jullie de trein niet laten missen daar aan de overkant. Ook. Dus we hebben wat vragen en dus we gaan gelijk naar de vragen. Leuk, kom maar door. Hallo. Ja, dankjewel. Hi. Mijn naam is Robert. Ik ben een piloot. En de vraag wat ik... ik wil stellen is, of een observatie is, hoe zit het dan met het gewicht? Want dat is de grootste uitdaging. Met als je normale brandstof gebruikt, wordt het verbrand en wordt het vliegtuig lichter. maar met batterij, het gaat niet lichter worden, het blijft zwaar. Is er, of ja, het is een observatie, ik weet niet hoe je ermee om zou moeten gaan, maar het is iets dat wij piloten daar wel mee rekening houden wanneer wij onze planning maken voor de vluchten. Absoluut. Ik denk dat Martin daar heel goed antwoord op kan geven. He, wat gebeurt er bij een heftige landing bijvoorbeeld met vol gewicht? Nou ja, dat betekent dus inderdaad dat het landingsgewicht even hoog is als het startgewicht. Hè? Dus daar zal je in je vliegtuigontwerp rekening mee moeten houden. Hè? Met de sterkte van je landingsbestel bijvoorbeeld. Ja. Maar aan de andere kant zaten wij ook al na te denken op het NLR. En nou ja, als je toch batterijen kan verwisselen, dan kan je ze misschien ook wel tijdens de vlucht eruit gooien als ze leeg zijn. Als je dat op de goede plek doet, kun je... Het klinkt heel gek, maar als je dat op de goede plek doet, hè, dan kan je ze weer verzamelen, opladen en weer in een vliegtuig stoppen. Ja, zo gek moet je wel denken, dus daar daag ik de studenten ook voor uit om zo out of the box te denken. Oké, dank je. Goed zeg. En nog meer vragen, Damali? Ja, we zitten allemaal over praten over ABC, elektrisch vliegen, maar kan dat ook gewoon in Europa? Ja. Mag ik daar proberen om een antwoord op? Wil jij, Marius, wil je daar een antwoord op geven? Ja,
Ja, ja, kijk, het kan, het zou ook in Europa komen, maar kunnen. Maar als wij naar de situatie in Nederland kijken, waar we een relatief klein land zijn met een hele goede infrastructuur op weg- en spoorgebied, dan denken we juist dat de Cariben zoveel meer ervan kan profiteren als Nederland. Wat we wel zien in Europa is in Noorwegen en Engeland, waar ze met eilandjes en de verbindingen zitten, dat daar meer op in geïnvesteerd wordt. Je kunt het ook afwegen tegen bijvoorbeeld infrastructuur die je moet aanleggen, een weg bijvoorbeeld. En dat als je dat zou kunnen doen met een vliegtuig, scheelt dat natuurlijk ook veel geld. Dus ja, er is zeker, zijn zeker ontwikkelingen, maar ja, wij kijken er ook graag naar het warme deel van Nederland hiervoor. Mag ik daar nog wat op aanvullen, Arjan? Ja, graag. Nee, zeker kijken we ook naar Europa. Dat is eigenlijk de hele reden dat ik namens Ampère hier het bord aan het voorbereiden ben, zullen we maar zeggen. Zoals je al zei, Noorwegen en ook Engeland, hè, de Highlands and Islands regio is voor ons. Ook in Europa zijn er wat eilandgebieden, Griekenland, Spanje, et cetera. Maar daarnaast wil ik ook meegeven dat waar je ziet dat bijvoorbeeld een ander alternatief om zeg maar schoon te reizen, het spoorwegennetwerk, dat is heel nationaal opgezet. Iedereen heeft vroeger vooral eigenlijk zijn eigen nationale spoorwegennet opgezet. En als je tussen twee plekken, neem maar Apeldoorn in Nederland en net over de grens in Duitsland, met het spoor wil gaan reizen, dat is bijzonder lastig. Dan moet je echt heel veel overzetten. Omdat het netwerk daar niet op is ingericht. En ook het aanleggen van nieuwe spoorwegen, dat is echt een meerjarenplan. Ja. Als je ergens een spoorlijn door een land wil trekken, je moet land onteigenen, je krijgt een hele hoop procedures. Dat zijn echt projecten die ook tientallen jaren duren. Dus we denken dat ook voor regionaal verkeer, dat er heel veel te halen is met vluchten tussen kleine regionale luchthavens, waar dat nu eigenlijk heel vaak met de auto gebeurt, wegens gebrek aan beter. Maar waar je prima met luchtvaart over de wat langere afstanden dit goed zou kunnen doen. Oké, dankjewel. Damali, hier gaan de eerste mensen langzaam richting trein. Hè? Dus ik wil ook nog even herhalen dat stel voor dat je inderdaad andere verplichtingen hebt, voel je vrij om te gaan. Ik wil je dan ook wel officieel even bedanken voor jullie aanwezigheid. En hou alsjeblieft de website in de gaten, mocht je daar belangstelling voor hebben. En als je het leuk vindt, blijf lekker zitten totdat we de vraag gedaan hebben. Damali, zijn er nog meer vragen bij jou? Vanuit Bonaire zijn er verder geen vragen. Oké. Zullen we verder gaan met Aruba? Ja, hoor. Arjan. Hoi, Danilo. Ja, we hebben vragen hier. Donder me door. Ja. Ja, ik had een vraag. We maken steeds over een vliegtuig met groene en vliegvelden. Maar hoe staat het met de fabrieken? Want die spelen ook een grote rol. Mag ik een verhelderende vraag stellen? Je bedoelt fabrieken die vliegtuigen bouwen? Ja. Hoe ver die zijn? De grote zoals Airbus en Boeing en dergelijke. Chris, wil jij daar iets over zeggen? De grote fabrikanten er precies mee zijn, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat, zoals ik eerder zei, dat Airbus die richt zich nu heel sterk op waterstof als brandstof. We willen daar in 2035 mee gaan vliegen. We willen een operationeel vliegtuig hebben. Hoe het verder met de grote fabrikant staat, durf ik niet te zeggen. Martin, misschien kun jij hem nog aanvullen. Ik heb ook wel wat ideeën, maar begrijp ik goed dat het ook gaat over het maken van het vliegtuig en misschien ook wat je ermee doet als hij aan het eind van zijn leven is? Want dat is in ieder geval iets waarvan wij zeggen dat je naar de hele levenscyclus moet kijken als je het duurzamer maakt en groen. Ja.
Dus je moet ook kijken naar welke materialen gebruik je, waar komen die vandaan? Kan je die recyclen bijvoorbeeld? Kan je misschien een vliegtuig op een andere manier hergebruiken? Of als je alleen de motoren zou kunnen vervangen? Hè? Je ziet nu dat nieuwe vliegtuigtypes eigenlijk vooral vaak nieuwe motoren hebben. Als je dan nog steeds dezelfde romp en vleugels kan gebruiken, dan ben je ook weer een stuk duurzamer dan wanneer je elke keer weer een nieuw vliegtuig moet maken. Ja. Ik weet vanuit de automotive industrie dat auto's die nu geproduceerd worden voor 94% recyclebaar moeten zijn. Zo'n eis is er nog niet in de luchtvaart. Je hebt een gekwalificeerd bedrijf nodig die het demonteert. Maar herbruikbaarheidseisen die zijn er eigenlijk nog niet. Dus ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord heeft. Zijn er nog meer vragen vanuit Curaçao? Ja, vanuit Curaçao sorry, hoor, zijn er... Aruba. Ja, sorry. Oh. Ja, sorry, oh. Sorry. Oké, fijn, dankjewel. Ja, dan gaan we naar Curaçao toe. Ja, we hebben een paar vragen. Zo, ja, we komen eraan met wat vragen. Oké. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is, wat is eigenlijk de aanschafprijs voor die 337 AEL? Ongeveer. Oh, help eens, een 337... Oh, de Cessna 337 EL. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Oh, ja, Michiel, wil jij eens over in je boekje laten kijken? Want, kost dat nou? Precies, wat kost dat nou inderdaad? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik hoop ook dat we je naam meteen in orde mogen noteren. We hebben overigens al orde. Je moet denken aan zo'n ongeveer 6 à 700.000 euro. Een beetje daar in die prijsrange. Want wat jullie gedaan hebben, volgens mij een 30, 40 jaar oude 337 gekocht. En die hebben jullie omgebouwd. Ja, precies. Het businessmodel voor die 337 is, want die wordt niet meer nieuw gemaakt, is dat je inderdaad tweedehands vliegtuigen moet opkopen. Die moeten vaak ook nog weer even een beetje opgeknapt worden, gewoon in de basisstaat. En dan moet je het elektrische voortstuwingssysteem er nog aan toevoegen. Dus daar zit wat modificatiewerk in, inderdaad. Ja. Bij de Twin Otter, die worden nog wel gemaakt. Dus wij hopen wel dat we daar ook in samenwerking met de fabrikant Viking, die dat nu doet, ook gewoon eigenlijk hele nieuwe vliegtuigen kunnen gaan leveren. Dat is wel prettig, zeker ook gezien het corrosieverhaal wat eerder ook ter tafel kwam. Leuk, mooi antwoord, dankjewel. Oké, nou, heeft ze nog een tweede vraag? Een andere vraag is, u zei, we gaan met kleinere vliegtuigen vliegen, dus meer vluchten per dag. En als ik het goed begrijp, is dat meer air traffic controlling fees, dus meer landing fees en ook meer opstijg fees. Dus is het rendabel? Dus gaan we op andere aspecten besparen? Nou, ook een hele goede vraag. Hele praktische vragen. Ja. Van, bij Ampère, dus dat is goed. Dat klopt. Als je natuurlijk wat vaker vluchten gaat doen, dan zit je aan wat meer air traffic control en landing fees vast. Ja. Dat moet meegenomen worden in die business case. Dus dat is zeker waar. Maar we hopen wel, we denken ook wel, dat we dat er met de brandstofbesparing en de onderhoudskostenbesparing, dat we dat eruit kunnen halen. Want je ziet vaak dat die kosten... Dat is niet de hoofdmoot, zeg maar, van de operationele kosten van een airline. Maar daar zit inderdaad wel iets waar je rekening mee moet houden. Ja, ik geloof ook dat Franklin dat liet zien in dat diagram, hoe die kosten dan zijn opgebouwd. Je moet naar dat totaalplaatje kijken. Maar Arjan... Franklin het goed, ja? Dit heeft natuurlijk ook weer te maken met beleid, hè? Want je kan je ook voorstellen om elektrisch vliegen te promoten, dat je dan juist die fees verlaagt of tot nul reduceert om te promoten dat dit gaat gebeuren. Je hebt helemaal gelijk. Ik probeerde mijn eigen straatje een beetje schoon te houden natuurlijk. Maar dit is typisch zo'n punt waar we iets op zouden kunnen betekenen voor het stimuleren van duurzaam vliegen. En ik denk dat Marius en ik ons daar hard voor moeten maken. Ja,
Dat is zeker goed nieuws, dat jagen we ook toe vanuit Ampère. Maar daarnaast kijken wij nog steeds wel naar een business case die op zichzelf, dus ook zonder subsidie, van de Ampère blijft. Want uiteindelijk weten we ook dat de overheid wel graag gewoon de norm worden. En dan verwachten we ook dat die subsidies, dat zien we nu al een beetje terug bij de lease-auto's, dat de overheid zijn handen langzaam weer vanaf gaat trekken. Dat geeft niet. Ja. Als het helemaal loopt, loopt het. Maar dan moet de business case wel overeind blijven. Dus uiteindelijk maar wij als fabrikant zullen zeggen, moeten gewoon zorgen voor een goede business case voor de airlines, ook als er geen subsidie meer zou zijn. Oké. Zijn er nog meer vragen, Curaçao? Nee. Nee, dat was het. Oké. Okay. Dan ga ik even een rondje in Nederland maken. Gijs? Ja, zeker. Oh, nou, ik moet praten natuurlijk. Brandon. Ik heb nog een vraag aan Michiel over jullie Cessna 337. Ja. Dat is, jullie hebben nu experimenteel. Blijft dat echt een testvoertuig of willen jullie die ook gaan verkopen? En als jullie die willen gaan verkopen, voor wat voor markten gaat het dan? Zijn dat business flights? Zijn dat flight schools? Of zijn dat gewoon voor de lol vliegen? Dat kan natuurlijk ook. Ook weer een hele goede vraag. Het antwoord is ja, die willen we in principe gaan verkopen. We hebben ook al pre-orders van twee kopers. Eén daarvan kan ik noemen, dat heet Personal Air Exchange. Dat is eigenlijk ook een start-up die een beetje op een Uber-achtige manier elektrische vliegtuigen, piloten en passagiers aan elkaar willen koppelen. Dus die hebben eigenlijk ook weer een heel innovatief businessmodel. We willen dus zeker gewoon gaan inzetten voor passagiersvervoer. Er zijn ook airlines die zeiden van, hey, wat grappig, die 337. We zijn overigens wel begonnen met die 337 als testkist. Maar toen we ermee bezig waren, waren er een aantal airlines, we hebben gewoon 15 airlines een letter of intent, die zeiden, hey, als je die kist rendabel kan maken, dan willen we hem misschien wel weer in gaan zetten. Dus, maar dan is die wel vooral bedoeld inderdaad voor passagiersvervoer in eerste instantie. En niet zozeer voor zakenvervoer. Maar we denken wel dat de grote tussen aanhalingstekens doorbraak in de markt uiteindelijk van de Twin op vandaan moet komen. Want daar vliegen er veel meer van en daar is waarschijnlijk ook gewoon op de lange termijn een betere business case voor. Ook omdat die nieuw gemaakt wordt, want die 337's moeten we wel uit de tweedehands uit de markt halen. Dus ja, we gaan daar waarschijnlijk als het goed is een aantal van verkopen. De Twin Otter, dat moet de wat grotere doorbraak worden voor ons. Oké, en die Twin Otter is volledig elektrisch? Nee, die wordt ook hybride elektrisch. En dat heeft ook gewoon heel pragmatisch te maken met hoe ver kan je komen. Als je volledig elektrisch nu wil met alleen maar batterijen, dan loop je inderdaad gewoon aan dat er dan een bereik uitkomt als je ook die 19 passagiers nog wil meenemen. Wat gewoon voor heel veel airlines niet interessant meer is. Dus de eerste stap die we moeten maken is gewoon helaas nog hybride elektrisch. Het voordeel daarvan is wel dat het certificatietechnisch, als je het een beetje goed doet, wel weer prettig is dat er ook gewoon nog professionele technologie in zit. Dus dat hopelijk het nieuwe van het elektrische en ook de betrouwbaarheid van die systemen die daarin zitten, dat we daar redelijk zeg maar ongestraft over kunnen leren. Terwijl we ook nog de traditionele voortsturing erin hebben zitten. Mooi, dankjewel. Joshua, heb jij een vraag? Geen vraag? Leuk, Charmaine. Ben jij de microfoon? Prima. Nou, ik had eigenlijk nog een vraag aan Michiel. Want jullie hadden natuurlijk één conventionele motor erin. Hoe zit dat dan precies met het certificeren van het vliegtuig in de case, zeg maar, dat de elektrische motor uitvalt? En in aanhaking met op het gewicht van het vliegtuig die dan relatief gezien zwaarder is, omdat je natuurlijk ook een elektrische motor erin hebt zitten. Ja, het is vooral het batterijpakket wat voor extra gewicht zorgt. En dat wordt helaas niet lichter, zoals we al eerder constateerden tijdens de vlucht. Overigens kan ik nog wel zeggen dat we voor die andere motor wel willen kijken naar nieuwe motoren die we daarin zetten. Dus ook voor die Cessna gaat de traditionele brandstofmotor eruit, doen we een nieuwe brandstofmotor erin, waar we ook biodiesel in zouden kunnen doen. Zodat we ook daar een
iets meer sustainable hebt oplossing dan de leaded fuel die in die hele oude motoren. Certificatietechnisch moet je gewoon laten zien dat je met één motoruitval altijd zeg maar nog vliegveld kan halen of een noodlanding kan uitvoeren ergens. Dat geldt zowel voor het uitvallen van de bestaande motor als voor het uitvallen van de elektromotor. En dan moet je ook nog een verhaal hebben dat de kans dat ze allebei tegelijkertijd uitvallen, dat niet heel erg groot is. En de reden, daardoor zorgen wij er ook voor het moment dat er helemaal geen koppeling is tussen zeg maar de elektromotor en het batterijpakket enerzijds en de conventionele motor anderzijds. Dus we proberen het echt helemaal gescheiden te houden. Juist om die certificatie zo eenvoudig mogelijk te maken. En dan kan je wegkomen met, zoals dat heet, een supplemental type certificate. Dan wordt het een beetje technisch. Maar dan ga je gewoon kijken naar het basistype certificaat. En dan ga je alleen de wijziging van die ene elektrische motor en powertrain certificeren. Oké. Tamjan, aan jou de laatste mogelijkheid om een vraag te stellen, maar voel geen druk hoor. Nee hoor, ik vond het wel gewoon heel interessant en ik hoop wel dat iedereen er gewoon iets van kan maken. En, mooi, dankjewel. Dat zijn mooie laatste woorden en dan wil ik ook proberen om het hiermee af te ronden. Maar niet voordat ik de moderatoren bedankt heb op de ABC-landen. Danilo, Damali natuurlijk en Ramon. Alle sprekers. Jeetje, wat een prachtige verhalen waren dat allemaal. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar het was echt hoge kwaliteit wat mij betreft. Ik heb ook nieuwe dingen gehoord. En nou ja, kijk eens om ons heen. We lopen een half uur uit en de mensen die blijven zitten. Dus complimenten zonder pauze. Ik wou dat ik zoveel rust in mijn kont gehad had toen ik zo jong als jullie was. Dus ja, goed gedaan allemaal. En lees alsjeblieft de challenge na. Ik hoop dat het jullie aanspreekt en dat we heel veel inzendingen mogen ontvangen. Damali, ik kijk toch even naar jou, omdat wij dit samen georganiseerd hebben. Wil jij nog iets toevoegen? Of? Nee, ik wil in ieder geval de mensen op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Nederland gewoon echt bedanken. Want dit is een begin van iets moois. We hebben altijd gezegd van samenwerking moeten we echt doen. Dat is niet iets waar we alleen maar over moeten hebben of praten. Maar echt in praktijk brengen. En ook veel meer kennis opdoen. Veel meer connecten met elkaar. Dus ik hoop ook echt met de challenge dat er meer groepen elkaar gaan opzoeken. En ook overzees. Dus schrijf je in. En zoek ook de studenten in Nederland. We nodigen jullie uit om onze mensen hier mee te betrekken. En dan gaan we iets moois met elkaar realiseren. Bedankt in ieder geval voor jullie komst. Dag. Tot ziens. Nou, dat was hem, beste mensen. Toen was het stil. Ja. Oh. 2,5 uur? 3 uur? Nou, ik ga niet talen. Het knapt natuurlijk zo'n tijd.